Hop hop, gas erop, daar zijn we weer. Hey! Hey! Kering, we hebben 45. 45 alweer. En vandaag weer volle bak. Ja, inderdaad, ja. Dit is de ene laatste. De ene laatste van de dag. Volgende week gaan wij een borreltje houden en tevens de laatste recap houden. Borreltje? Maar dat is allemaal voor volgende week. We zitten er weer bij, we hebben wat gasten. Ja, je ziet ze nu niet, maar misschien als de regisseur straks de camera... Ah, kijk hier. Aan mijn linkerzijde, de rechterlijke macht... Noemen we jou vanavond gewoon even. Afgevaardigde van Jonkers en van Geemert advocaten. Gaat straks allerlei leuke dingen vertellen over waar hij zich mee bezighoudt op juridisch vlak. Natuurlijk Michel. Hey. Sonny is er altijd weer bij, als iedere week. En Miss Bitcoin is aangeschoven. Yeah. Hey. Gezellig mensen. Ik denk dat deze helft, die kennen de kijkers redelijk. Hè? Of mag ik nog een voorstel rondje doen? Nee. Mies zegt van nee, maar we zijn wel benieuwd wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Reinie Jonkers, ik ben advocaat in Amsterdam. Ons kantoor specialiseert zich voornamelijk op het gebied van het strafrecht en dan in het bijzonder op het gebied van cybercrime en cryptovaluta. En daarbij komen ook een hoop bijvoorbeeld witwaszaken om de hoek kijken. Horen we hem goed, Roelie, of moet je zijn microfoon... Oké, top. Is tegenwoordig een hot item, denk ik? Cryptovaluta? Of krijgen jullie steeds meer zaken? Of ja, het is wel een groeimarkt. Ja. Ja, dus daar zit... En je ziet ook wel dat zowel bij de FIOD als bij de politie en het Openbaar Ministerie... dat daar steeds meer kennis over in huis wordt gehaald en dat er ook nu actief... op wordt vervolgd. Vette shit, jongens. Echt. Dus als je vragen hebt van juridische aard... plem ze lekker hier in de chat. Want wij houden het allemaal goed in de gaten. Frank, Michel Sanchez, Jay, Robert Bakker... Foxy. Sepp van Kuik. Sepp van Kuik. Hartstikke fijn. Colin is er ook? Die zit ook te kijken. Oh, oké. Hoe zie je dat eigenlijk? Waar is Didi? Ja, Didi is er niet. Nee. Didi... Didi gaan we zo nog even bellen. Oh, Colin zit op Facebook te kijken. Oh, wat slim zeg. Wat slim. Ja, dus om eventjes een beetje, omdat jij bent een beetje de man die de content gaat brengen vanavond. Hoe ben jij zo, hoe ben jij hier zo ingerold? Dat is altijd een moeilijke vraag. Ik denk vorig jaar zijn we steeds meer gaan focussen op allerlei, we hadden al die focus zeg maar op cybercrime. Maar we merkten dat er heel veel zaken op het gebied van cryptovaluta bezig waren. En wij vonden het ook een heel interessant onderwerp. En we vonden het ook wel leuk om zelf eens even wat bitcoins te dergelijke... Had je zelf bitcoins toen die tijd? Ja. Nog steeds? Of? We hebben ze nog steeds, ja, zeker. We waren heel enthousiast bezig vorig jaar met ook een miner hebben we gekocht. Okay. Dus we wilden eigenlijk alles weten over die techniek en hoe dat precies in elkaar steekt. Ja, dus het is eigenlijk heel, heel gaandeweg gegaan, dus heel geleidelijk. En vooral die miner was dan niet zo'n groot succes, zeker nu niet. Was een bitcoin miner? Ja, een bitcoin miner. Ja. Maar wij wilden wel weten van hoe zit dat bijvoorbeeld, ook strafrechtelijk en ook belastingtechnisch, met als je bitcoins mint of andere cryptovaluta mint. Maar we wilden ook weten, hoe werkt dat nou precies? Hmm. Want we hadden bijvoorbeeld veel klanten die zeggen dan van dat bitcoins bijvoorbeeld afkomstig zijn van mining. Dan wil je natuurlijk wel een beetje weten van hoe werkt dat dan precies? Ja. Hoe ontstaan en hoe ontstaat dat? Hè? Nou, en hoe werkt dat ook qua het aantonen daarvan? Ja, want je kan het wel zeggen, maar klopt het? Ja. Dit is echt. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb echt mijn hoofd is helemaal vol met allerlei vragen en zo. De vraag die we al kijken: moeten crypto-projecten uit Nederland zich voorbereiden op juridisch vlak? Moeten die zich zorgen over maken? Dat is wel een hele algemene vraag. Ja, dat hangt een beetje van het project af. Ja. Wat het punt is, en dat is denk ik een van de dingen wat op juridisch vlak een van de moeilijkheden is op dit moment. Oh, wacht even. Ze vragen toch even of je iets dichter bij de micro wil komen. Wacht even hoor, ja. Oh, ja. Zo. Er zijn zoveel vragen en er zijn relatief best wel weinig antwoorden op dit moment. Ja, dat is nog onduidelijk. Ja, en er zijn heel veel verschillende juridische subgebieden waarop je natuurlijk deskundig kan zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld je hebt het fiscale aspect, wij doen al het strafrechtelijke aspect, maar je hebt natuurlijk ook de wet op het financieel toezicht, om er iets te noemen. En dan heb je inderdaad ook de WWFT. Dan heb je natuurlijk ook nog civiel recht, want daar zijn ook allerlei vragen van hoe lever je een bitcoin bijvoorbeeld?
Je doet een transactie. Met nakoming. Precies. Want juridisch gezien is bijvoorbeeld levering is best wel interessant op het gebied van cryptovaluta. En hoe moet dat dan civielrechtelijk worden gekwalificeerd? Nou, dat zijn allemaal vragen. Dat is laatst nog een artikel in het juridische blad Ars Equi over wat is nou bijvoorbeeld de vermogensrechtelijke status in het civielrecht van cryptovaluta. Er zijn zoveel vragen. Je moet wel echt inzoomen op een bepaalde markt. Dus als je zegt, ik heb een project lopen, dat is iets te algemeen. Je moet zeggen van tegen welke vragen loop je dan precies aan. Maar natuurlijk, als jij een bepaald cryptocurrency gerelateerd project start, moet je daar sowieso met een advocaat naar gaan kijken om te zorgen dat je aan de Nederlandse huidige regelgeving voldoet. En daarnaast wellicht ook mogelijk de Amerikaanse regelgeving, bijvoorbeeld SEC en dergelijke. Als je nou geld gaat ophalen. Zeker. Ik neem aan dat je daar gewoon standaard al naar moet gaan kijken. En niet moet denken, waar lopen we tegenaan? Maar gelijk al vanaf begin legal erbij betrekken. Precies, ja, dat lijkt me heel verstandig. Want even voor mijn beeldvorming. Dat is dus een aspect waar je zeg maar als advocaat op. Maar jij, tenminste als ik het goed begrijp, wordt echt when the shit hits the fan. Dan bellen ze jou. Ja, dat Kun is wel. Kun je eens wat voorbeelden geven? Zo'n wat een praktijkvoorbeeld? Of waar loop je dan tegenaan? Of wat voor... Eén vraag tegelijk. Johnny die vuurt al gelijk. Bam, bam, bam. Ik ben wel een beetje inderdaad van when shit hits the fan. Maar we geven ook wel advies om mensen zeg maar om te voorkomen dat de shit daadwerkelijk de fan hit. Maar daar moeten we wel heel voorzichtig in zijn. Want voor je het weet... Ben je eigen business aan het killen. Ja, precies. En dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Die zegt goed. Dus dat is een beetje tweeledig wat dat betreft. Nou ben ik even jouw twee vragen kwijt. Ja, wat voor gevallen kom je tegen? Zeg maar. Wat je dus veel merkt is, je hebt gewoon het klassieke strafrecht. Dus iemand is bijvoorbeeld bezig met een drugshandel via een dark web, ik noem maar wat. En daar komt justitie dan op een bepaald moment achter. En dan wordt die cliënt opgepakt. En dan zie je toch wel vaak dat die handel ook, dat daar ook bitcoins bij betrokken zijn. Nou, dat is al. Maar dan heb je een redelijk normale strafrechtelijke casus. Het wordt in dit vlak wat interessant op het moment dat je mensen hebt die daadwerkelijk handelen in bitcoins. Bijvoorbeeld tegen contant geld en dat ze een bedrijf hebben. Dat kan zelfs bij de KVK geregistreerd zijn, maar het kan ook gewoon een beetje officieus zijn, zeg maar. Waarbij ze dus gewoon geld wisselen in contanten tegen cryptovaluta en vice versa. En dan gebeurt het echt dat justitie daar dus echt achteraan gaat. En dan worden er taps geplaatst. En dan worden er ook in de auto en allerlei andere plekken. Oh ja. En ze willen precies weten wat er nou gebeurt. En op verdenking van witwassen. Ja, op verdenking van witwassen. En dan hoor je op de achtergrond de geldmachine ratelen. En dan krijg je een hele lijst van justitie van wat dan de witwastypologie zou zijn. Want er zijn verschillende witwastypologieën. En dat is eigenlijk wanneer je een verdachte bent op het gebied van witwassen. Nou, en een van die dingen is bijvoorbeeld dat je geen klantverificatie doet. Dus dat je geen identiteit van de klant vaststelt. Maar de vraag is dus, en dat is waar wij als strafrechtadvocaten heel goed op moeten letten. Waar ligt nou die grens tussen het legitiem met contant hen handelen tegen cryptovaluta. Ja. En het witwassen van cryptovaluta. Precies. En in hoeverre is dat kenbaar voor de average persoon, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook wel een puntje. Ja, want een heleboel mensen waren zich er gewoon niet van bewust dat als je via local bitcoins jouw bitcoins verkoopt tegen cash, dat je dan ook eigenlijk al mogelijk zou kunnen witwassen en dan dus wel al onder toezicht zou kunnen worden geplaatst. Omdat je niet de KYC toegepast hebt zoals dat wel gebruikelijk is bij de wisselkantoren bijvoorbeeld. Maar eigenlijk voor mij vorige week echt best wel een shock dat ik ineens dacht, wow, holy shit, als ik zomaar op straat dus mijn bitcoin had verkocht, dan was ik daar dus gewoon mogelijk schuldig aan een misdaad. En het kan zijn, kijk, als jij dat één keer incidenteel doet, dan is dat dan toch daaraan toe. Maar wat wel bijvoorbeeld kan zijn, is dat die bitcoinhandelaar die jij dan benadert, dat die bijvoorbeeld betrokken is bij een onderzoek. En dat die dus wordt geobserveerd. Ja. Dus dan worden de foto's van jou gemaakt zonder dat jij dat weet. Ja. En dan sta je dus op de film en dan gaan ze kijken van, hé, wie is die persoon dan precies? Dus dan kan daar ook weer onderzoek naar worden gedaan. Wow. En inderdaad, local bitcoins, daar zijn ze ook zeer actief om te kijken van, hé, wie zijn die traders dan die actief zijn op die marktplaats? Ja. En een decentralized exchange, ben je dat wel eens tegengekomen? Nee, dat zijn we nog niet tegengekomen, nee. Want dat is natuurlijk,
Ja, is lastig dan te achterhalen wie erop zit. Nogal, ja. Ik bedoel... Uiteindelijk, afhankelijk van het blockchain, kun je het natuurlijk terug herleiden aan de hand van transacties en een walletadres. Alleen, ergens moet je de eigenaar kunnen matchen met een naam of ja, je moet ergens een... Ja. Maar om terug te gaan naar die discussie. Dus dit is de discussie van wanneer is het... waar zit die scheidingslijn dan? Of is er een duidelijke scheidingslijn van... Ja, nu geef ik, zegt hij tegen mij van... Ik heb een Meijer, doe me even wat bitcoin. Oh ja, hier. En wanneer ga je nou het wanneer ben je nou echt aan het witwassen? Of is dat al witwassen? Of ja, als je per ongeluk een tientje accepteert, dan ben je strafbaar. Ja, kijk, dat gaat wel weer wat ver, hè? Ja. Er zijn zogenaamde witwastypologieën. Die staan ook gepubliceerd op de website van de VIU. Dat is de Financial Intelligence Unit Nederland. En er zijn een aantal kenmerken waaruit je kan opmaken... hé, dat is een witwastypologie. En die is dan niet gericht op zeg maar, de incidentele aan- en verkoop... maar dat gaat wel meer om de wat structurelere verkoop. Ja. Tenminste, dat is wel wat je een beetje tussen de regels kan doorlezen. Ja, precies. Je moet wel echt een fanatieke hobbyist zijn op dat gebied. Ja. Maar je ziet dan wel, nou, er wordt geen identiteit van de koper vastgesteld. Nou, dat is al een beetje een no-go. Van, er wordt geen klantenonderzoek gedaan. Ja. Er is sprake van een grote hoeveelheid contant geld, waarvan de herkomst eigenlijk niet kan worden verklaard. Wordt er ook al iemand zenuwachtig? En wat ook zo is, is dat bijvoorbeeld die bitcoins, want het gebeurt toch veel met bitcoins, dat die bijvoorbeeld afkomstig zijn van het dark web of van bitcoin mixers. Dat is dus ook een witwastypologie als jij een bitcoin mixer gebruikt. Dat wordt gezien als een verhullende handeling, omdat je dan de herkomst van die bitcoins probeert te verhullen. Wellicht goed om even uit te leggen wat een mixer precies is. Mies. Je kunt een beetje vergelijken met een grabbelton, toch? In principe? Ja, is het een... Het is een grabbelton. Is het een... Ja, je gooit er vanuit verschillende wallets bitcoins in. En dat wordt geschud met elkaar. En daarna trekt iedereen zijn bitcoins er weer uit. En dan sta je dus wel al gelijk... Het is wel verdacht dat je er gebruik van maakt. Maar je kan niet zien waar ze vandaan komen. Nou ja, je kan uiteindelijk wel... zien welke wallets daarmee in aanraking zijn gekomen met die mixers. Het gebruik is verdacht, maar je kan niet echt meer zien waar die... Het oorspronkelijke adres is niet meer te achterhalen, heel makkelijk. Is het zo, heb je... Want je zegt net, het komt veel al voor dat het bitcoins zijn. Is het ook wel eens voorgekomen dat Monero is? Ja, dat is dus nog, zeg maar, in een procedure die nu loopt, is nog niet voorgekomen. Terwijl ik toch wel denk van, nou ja... Dark web... Privacy. Ja, je ziet wel dat die Monero is natuurlijk wel een beetje de ideale munt op dat gebied. Misschien omdat, ook daarom, omdat die... Ja, want dus al die analyse software die nu gebruikt wordt, die werkt niet op Monero. Omdat je kan die blockchain niet inzien. Nee. En daar gaat het natuurlijk fout. Dus daar verwacht ik wel van dat je daar in de toekomst een trend gaat zien. Dat meer in de onderwereld gebruikt gaat worden. Ja. Maar zou dat dan ook een reden kunnen zijn waarom ze privacy coins gaan verbieden? Want de techniek is dan eigenlijk niet te stoppen. Of hoe gaan we dan? Ja, dat zou natuurlijk een punt zijn. Je ziet dus nu ook dat je hebt natuurlijk... Want dat is om een onderscheid te maken tussen het grijze gebied, zeg maar. Hè? Tussen wanneer mag je nou wel dit soort handelingen verrichten en wanneer niet. Nou, daar heb je de wet ter voorkoming van witwas en financiering van terrorisme voor. Want die is daar juist voor gemaakt met als doel van dat legitieme bedrijven kunnen voorkomen dat zij aan het witwassen zijn. Ja. En die zegt eigenlijk van, er moet een bepaalde mate van klantenonderzoek worden verricht. En je ziet daar ook andere bedrijven zoals banken en instellingen. En er is dus 2 dagen geleden... is er een internetconsultatie gestart en ook een memorie van toelichting gepubliceerd, waarin staat... Kijk, hij komt al even in beeld, denk ik. Ja, de internetconsultatie, implementatie, verder aanpak ter voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Dat is een heerlijk juridisch Leesbaar, hè? En daar zie je de memorie van toelichting en de voorstel van de wijzigingen. En die is dan weer gebaseerd op de Anti-Money Laundering Directive nummertje 5. Ja. En daarin staat dat dus aanbieders van custodian wallet providers en exchange diensten, die moeten nu ook aan klantenonderzoek gaan doen. En dat hoeft er voorheen natuurlijk niet. Wat betekent dat voor de Nederlandse exchanges en dingen, denk je, Madelon? ik zie dat je net aan een kaasstengel bezig bent. Maar betekent dat dan dat je bij Bitonic in één keer... In principe heb je daar overal limieten. Nou ja, het is zo dat Bitonic en Bitmamoney zich nu aan
regels houden die er op dit moment nog niet zijn. Maar ze zijn heel erg met AFM in overleg om er toch voor te zorgen dat zij niet geld accepteren wat niet uit juiste potjes komt, om het zo maar te zeggen. En het interessante is dat zij heel graag bepaalde transacties willen aangeven, maar dat het AFM nu zegt, ja, we kunnen er niks mee, want er is eigenlijk nog helemaal geen regelgeving voor. Dus op het moment dat iemand een interessante transactie doet van meer dan 5000 of 10.000 uit mijn hoofd, misschien weet jij daar het antwoord op? Ja, we moeten het niet weggeven, want... Ik was al voorzichtig. Er komt nog een quizvraag over. Ah, ja, oké. Okay. We gaan straks nog even een leuk quizje als iemand een transactie doet van een bepaald bedrag, dan... Ja, is het zo dat ze het niet aan kunnen geven, maar het wel graag willen. En als er zo'n wet komt, dan kan in ieder geval BitMyMoney dit tegengaan. En dat lijkt me natuurlijk hartstikke mooi om dat op zo'n manier te kunnen onderscheppen. In principe zijn hun verplicht om een melding te maken, toch? Bij een bepaald bedrag bij de Financial Intelligence Unit? Of op het moment dat je verdacht bent, een aantal keer een transactie... Ook dat is weer gebaseerd op die witwasvermoedens. Dus die werken zowel door in het strafrecht als zeg maar in de WWFT. En het is niet, je hebt dan zeg maar de subjectieve criteria en de objectieve criteria. En de objectieve, dat is dan inderdaad een bepaald bedrag. En bij subjectief, dan zit je ook van, hey, zeg maar red flags, zoals ik het altijd maar even noem. Van, hey, dit is foute boel. Nou, en dat kan, hè, dat zijn een aantal dingen die ik zojuist heb genoemd. Bijvoorbeeld de bank die doet dat nu al, als ze zien van, hey, iemand heeft bijvoorbeeld veel inkomsten van Bitonic gepaard met veel contante opnames. Dat is vreemd. Dat moeten we eens even gaan kijken waar dat dan precies vandaan komt. Met die exchanges, zoals Bitonic, zou je ook kunnen denken aan dat ze toch blockchain-analyse moeten doen. Dus dat ze ook gaan kijken van, nou, waar komt dat dan precies vandaan? Wat is de herkomst daarvan? En ja, het kan ook zoiets zijn als de klant wil überhaupt niet iets vertellen over wie die is en wil anoniem blijven. En je ziet ook dat er bepaalde landen zijn die als verdacht worden gezien. Wat vind jij er zelf eigenlijk van? Ben jij voor totale transparantie? Of is die anonimiteit ook een beetje nodig? Want ik bedoel, bij cash kan je toch in feite ook niet zien waar deze euro... Nee. Misschien is de euro die ik heb, is die ook wel buitgemaakt bij een bankoverval? In hoeverre... Dat zijn 6 hops in principe. Dus stel, er is een bankoverval geweest en hij is 6 keer van persoon tot persoon overgedragen. Dan is hij na de 6e keer niet meer... vies, om het zo maar te zeggen. Maar hoe weet je dat? Oké. Nou, het interessante is, er was een case in Iran waarbij geld in aanraking was gekomen, of althans cryptocurrencies in aanraking was gekomen, en dat was in strijd met Amerika. En toen hebben de bitcoiners, dus die bitcoin community, heeft gezegd, nou, die bitcoins uit die wallet, die accepteren wij gewoon niet meer. Ja. Dus op het moment dat die verkocht willen worden, dan blijven we daar gewoon bij weg. En je zou dus die bitcoins alsnog kunnen verkopen, maar voor een veel lagere prijs. Ja. En dan krijg je dus een bitcoin community fungible. Die zichzelf, precies, de fungibility dat een bitcoin zoveel euro is, of een bitcoin is dus dan op dat moment niet meer één bitcoin. Nee, precies. Want één euro is een euro, maar een bitcoin is dan niet meer één bitcoin. Ja, en dan zou het bitcoin-netwerk dus zichzelf daarin kunnen aanpassen. Als bitcoins afkomstig zijn van een misdrijf, zou je dus kunnen zeggen, wij willen niks van de bitcoins hebben. Oké, dus wie bepaalt dat het een misdrijf is geweest, hè? Ja, daar moet dan een derde partij voor zijn. In deze situatie was het Amerika die dan die mensen uit Iran boycott. Want Iran wordt nogal geboycott door Amerika. Maar goed, dit was dan ten goede van de totale community. Maar op zo'n manier zou je wel kunnen denken aan het zelfreguleren van Bitcoin. Zonder dat daar daadwerkelijk echte regels hoeven te komen voor iedereen. Alleen de mensen die kwaad willen met het netwerk. Alleen er zal dan iemand verantwoordelijk zijn voor die blacklist. Het zou een vervanger moeten zijn voor contant geld. Eigenlijk. Ja, stel, ze zouden die lijst openbaar maken. En ze zouden zeggen, alle transacties waarvan wij denken, nou, dit is raar, die maken we openbaar, die publiceren we op een site. En de bitcoiners moeten zelf maar weten, of de mensen die bitcoin bezitten en willen kopen, moeten zelf maar weten of ze iets met die wallets van doen willen hebben. Dan krijg je dus een totaal andere markt en een totaal andere marktwerking. En dan kan het dus ook zijn dat wij met z'n allen zeggen, nou, weet je, van jou hoef ik geen bitcoin meer. Dan kan het best zijn dat er iemand anders is die zegt, nou, weet je, ik wil jou die bitcoins wel hebben, maar dan voor een veel lagere prijs. Ja. Dus dat mechanisme, die fungibility, vind ik heel interessant. Ja, vind ik ook, want zijn herkomst Dan kan dus iemand met heel veel slagkracht of mediakracht gaan zeggen, dit is een vervuilde wallet, niet van accepteren. Ja, je krijgt een centrale partij die de blacklist... Ze zouden kunnen zeggen, deze wallet heeft een interessante transactie gedaan om dit en dit en dit. Ja, maar waar bemoei je zich mee? Nou, ik vind wel... Misschien hebben we het niet over jou persoonlijk, hè? Dit is gewoon hypothetisch. Dit is vrij
natuurlijk kan er slechte dingen meegedaan worden. En, maar hetzelfde als privacy. Ja, waarom zou je alles verbergen? Ja, je hebt er niets verbergen. Ja, dat is ook zo. Nee, maar ik heb het niet over jouw wallet. In principe gaat het over... stel bijvoorbeeld dat er heel veel contant geld in een ATM gestopt is. Nou, dat is vreemd dat dat zomaar ineens in een ATM gestopt is. Waarom? Bij wijze van spreken hebben ze iemand gevolgd die al op een bepaalde lijst stond om opgepakt te worden. Ik noem maar iets. En die heeft toevallig geld in Bitcoin gestopt. Dan zetten ze die op die zwarte lijst. Ja. Nou, dat lijkt me helemaal niet verkeerd als ze dat zouden doen. Ja, maar dan nog... Dan gaat er niemand regeltjes bedenken. Je kan niet controleren... Gelukkig is de wet. Maar ja, wat wil je dan? Wil je dan dat alles gelukkig niet. Al van tevoren... Nu betekent het dus dat je, als jij bij een exchange... ook maar iets wil doen, dat je daar je paspoort moet aangeven. Ja. Dat je moet laten zien dat die bankrekening echt van jou is. Dus nu heeft het voor ons allemaal nadelen. Terwijl je dan alleen de mensen pakt die een risicogroep zijn. Ja, maar in principe kan iedereen toch een risicogroep zijn. En daarmee kan je dat toch niet... Kan je niet, we pakken alleen de... Ja, ik weet niet. Vind ik niet. Die jouw customer, die blijft toch wel. Dat is echt niet zo. Nou, bij Bitcoin zou je dus kunnen zeggen, we zouden onszelf kunnen reguleren op het moment dat wij de mensen aanpakken die dingen doen die niet helemaal netjes zijn. Ja, dan gaan ze privacy coins gebruiken. Zou jij jezelf kunnen reguleren, Mies? Ja. Nou, dat denk ik ook wel. Ik doe het kacheltje een beetje zacht. Maar jij sprak net, je had net wat aan, ATM's. Er zijn natuurlijk manieren om inderdaad cash, je hebt gewoon apparaten, daar je gewoon cash kan erin doen en dan krijg je de bitcoins uit. Ja. Heb jij zo'n zaak wel eens, is die de revue wel eens gepasseerd bij je? Nou, er is nu een zaak waarbij inderdaad die bitcoins, ATM's in beslag zijn genomen. Omdat er dus... De ATM zelf? Ja. Ja. Maar General Bytes toevallig? Daar kan ik geen mededeling over. Oké. Maar het punt is wel dat het heeft niet zo meer... Kijk, justitie kan alles in beslag nemen op het moment dat ze denken dat daarmee een misdrijf wordt gepleegd. Dus daar, je moet het niet te veel op die ATM zelf gooien. Het is meer wat ermee is gedaan. Ja, wie daar iets mee heeft gedaan. Ja, wie daar achter staat. Maar ging dat dan om een persoon die ATM's bezat, die... Dus nou, geld wilde, of het exploiteren ervan gaat het dan over. Er kwam dus over. Iemand bij die ATM's die iets deed. Ja, dat maar, zo zou je het kunnen zien. Stel dat gebeurt bij een ING of bij een Rabobank en ik heb toevallig heel veel contant geld. En misschien is dat van een misdrijf afkomstig en ik gooi dat daar in een automaat en ik stort het op bankrekening van een katvang of iets dergelijks. Dan is dat toch dezelfde situatie. Dan nemen ze toch ook niet de automaat van de ING of de ABN in beslag. Nee, maar het punt is dat er zit één groot verschil. De ING die heeft jou als klant geverifieerd. Want als jij een rekening wil openen bij de ING, dan moet je je identiteitskaart laten zien. Ze weten wie jij bent. Op het moment dat jij een ton aan cash in de ING-automaat stopt, dan gebeurt het volgende. Dan zegt de ING, hey, hallo. Geef het aan. Ja, dat hebben ze de laatste tijd niet zo goed gedaan. Maar normaliter is het zo dat zij dan tegen de VIU zeggen, hey, we hebben hier een ongebruikelijke transactie. En dan kunnen zij voorkomen dat zij zeg maar worden vervolgd voor witwassen. Want het oog van justitie gaat aan jouw kant op. En dan zeggen, kijk, we hebben deze persoon die heeft opeens een ton en dat kunnen we niet verklaren. Als jij zeg maar rondkomt van een bijstandinkomen en je stort opeens een ton op de bankautomaat, dan is dat verdacht. Ergens een lampje branden, ja. Precies. Maar het punt is bij zo'n bitcoinautomaat, dat is natuurlijk decentraal. Dus er is niemand die daarvan zegt van, hey, waar komt dat vandaan? Dat kan je zelf lekker instellen. Omdat niemand het registreert, omdat het exact. Transactie... Ja. En de grap is nou juist dat die automaten hebben eigenlijk alle mogelijkheden om goed cliëntenonderzoek te verrichten. Want je kan bijvoorbeeld je ID scannen. Ja, allerlei opties. Daar heeft Martijn ons alles over verteld. Zoals een biometrische scanner. Dus met de vinger af. Zitten allerlei toeters en bellen aan. Alleen je moet ze er wel goed op instellen. Ja. En daar gaat het natuurlijk vaak fout. En daar Maar zou dan niet de operator verantwoordelijk zijn moeten zijn daarvoor? Nee, ik vind gewoon niet. Want het apparaat instelt. Is Audi verantwoordelijk voor exact, de ramkraan die met RSS gepleegd worden? Dan trek je het te ver door. Ja. Alleen, kijk, en daar zit in die zaak denk ik wel weer een mogelijk goed verweer. Dat je kan zeggen van, ja, hoe is dat dan ingesteld? Want dat kan je natuurlijk laten onderzoeken bij die automaten. Wat voldoet dat aan de regelgeving? En in hoeverre is er op dit moment regelgeving voor dat soort machines? Ja, ja. En ja, ook wat ik net hoorde, bijvoorbeeld die zes stappen tussen een foute wallet en zeg maar een goede wallet. Mm-hmm. Ja, dat in de praktijk heeft dat geen zin. Want het punt is ook dat als jij handel drijft in bitcoins, dan kan dat inderdaad traceerbaar uit misdrijf afkomstig zijn. Dus dat bijvoorbeeld door middel van blockchain analyse en de gebruikers dan programma Chainalysis voor, dat ze kunnen zien, hey, dat is mogelijk afkomstig van Silk Road.
Dat kunnen ze zien, die techniek is er. Alleen je kan niet zien, als ik hier op straat met iemand cocaïne deal doe en ik accepteer daar bitcoins voor of vice versa. Nee, dat is ook uit misdrijf afkomstig. Ja. Dat maakt het niet anders dan contant geld. Alleen het verschil is nu, omdat je die blockchain in kan zien, doet justitie het ook. Ja. En dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Bij contant geld kan je dat niet zien. Nee. En bij Monero's kan je dat niet zien. Nee. We hebben in de. Dus zo ik zie vind je wel maar, dat als je de een... mogelijkheid er is, dan gebeurt het dus gewoon. Exact. Ja. En de vraag is in hoeverre moeten we dat accepteren? Dat die anonimiteit steeds meer verdwijnt. En dat eigenlijk overheden menen dat anonimiteit steeds meer gelijk staat met verdacht en crimineel. Dat is het punt. Ja, hoe kijk je daar zelf eigenlijk naar, van jouw functie? Nou ja, ik vind dat echt wat we nu zien gebeuren met die internetconsultatie. Ik heb dat dus even bekeken. En het wordt weer verder doorgetrokken. We gaan weer verder. Want ze willen, je wordt nu verboden om zonder vergunning een custodian wallet provider te zijn. Ja. Eigenlijk gaat het innovatie een beetje tegen, als ik het zo las, vond ik. Ja, ze zijn er helemaal opgesprongen. Er geldt ook het verscherpte toezicht op grond van de WWFT. Het wordt automatisch gezien als verdacht en risicovol, omdat het anoniem is. Hmm. Op grond van de richtlijnen van de FATF. Maar zo anoniem is het helemaal niet. Nee, en dat is de grap, want het zegt virtuele valuta. Valuta, maar zij zeggen nog steeds virtueel, wat ik overigens niet begrijp, maar goed. Nee, ik zeg virtuele valuta, omdat dat zo staat in de Anti-Money Laundering Directive. Dat is een foutje, dus dat is de juridische definitie die ik nu hanteer. Ja, heel goed. Heel omdat de Europese Unie dat doet, heb ik me daar maar bij aangesloten. Ja. Mocht je dat willen veranderen, dan hoor ik graag hoe ze dat dan bij de EU willen gaan doen. Maar die virtuele valuta, zoals dat dan wordt gedefinieerd, want ze hebben dus ook een juridische definitie aangegeven, die wordt eigenlijk gelijkgesteld met iets anoniems. Terwijl daar zit wel een probleempje mee, want een Monero bijvoorbeeld is natuurlijk heel wat anders dan bijvoorbeeld de Bitcoin. Ja. Dat, daar zit wel een, daar kan je wel een verschil tussen maken. En ik denk dat daar valt nog wel winst te behalen in die zin. Dat je zegt, wij hebben hier een project lopen. Dat doet juist heel erg aan KYC. En dan moet iedereen zich voor verifiëren. Ja, staat dat dan nog gelijk met anoniem zijn? En in hoeverre, maar ik vind dus zelf van niet, is anoniem verdacht. Ja, ik vind dat mensen een recht hebben om bepaalde dingen in anonimiteit te doen. Alleen je moet daar wel grenzen aan stellen. Is anoniem en privacy, zijn dat twee verschillende dingen? Nee, eigenlijk niet. Je hebt gewoon een nee. Dat is geëigend in het recht op privacy. Ja, precies. Precies, ja. Sommigen zeggen van privacy. Als je niks te verbergen hebt, dan weet je. Ja, maar dat vind je irritant. Als ik niet 20 euro in mijn zak geef en ik geef van jou, dan is het gewoon tussen ons. En waarvoor moet het dan geregistreerd zijn ergens? Dat ik jou 20 euro geef, contant. Ja. Ja, ik vind dat. En ook al heb je niets verbergen, maar ik vind het vervelend dat daar de gedachte een of andere grootheid overheen moet zitten kijken. Want jij hebt nu 20 euro aan Shiva gegeven. Ja. 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 Ik vind dat mensen vrij. Hey, wat voor dienst heb ik daarvoor teruggeleverd? Ja, precies. Is dat een vraag? Had je voor een kwijtje. Ik vind het interessant. En wat ik ook een probleem vind, is die WWFT die gaat waarschijnlijk worden geüpdate. Want het is een implementatie deadline voor die richtlijn van de Europese Unie. Die ligt al geloof ik op 10 januari in 2020. En het punt is, wij worden als burger eigenlijk helemaal niet gehoord wat wij daarvan vinden. Ik vind dat geen democratisch proces. Maar dat is vaak bij dingen die in Europa gebeuren. Ja, maar dat hebben wij ook. We hebben besloten van dat besteden we uit aan de Europese Unie. Ja. Maar kijk, dit is wel een heel interessant initiatief. Cryptovaluta zijn door de burger geïnitieerd. En vervolgens wordt dan vanuit het niveau van de Europese Unie wordt regelgeving opgelegd. Die door de nationale wetgeving in Nederland gewoon wordt geïmplementeerd. We hebben nu wel internetconsultatie. Je kunt wel iets erover zeggen of iets erover vragen. Maar hoeveel helpt dat nou in de praktijk? Ja. Je zult gewoon zien dat over een jaar, dan wordt dit geïmplementeerd. En dan denk ik, in hoeverre is dat nou een democratisch proces te noemen? En zou dat niet wellicht aan te raden zijn op het moment dat we een initiatief hebben zoals cryptovaluta, wat toch best wel een democratisch systeem is? Ja. Ik heb daar wel moeite mee. Ja, snap ik wel. Ja, ik vind deze wel leuk. Als je niets te verbergen hebt, hang dan camera's in je slaapkamer en aangesloten op het web.
Dus ja, hoeveel... ja. Ja, je hebt er niks te verbergen. Dus hou je ook... Nou, in jouw geval is dat praktisch zo. Wordt wel Google gehackt en 50 miljoen accounts uitgelekt. Dus ja, dat zijn privacy schandalen. Maar dat is... Iemand zei ooit van... als je dus zegt van... ik heb niks te verbergen, dus privacy doet me niks. Dan dat zou hetzelfde zijn als van... de vrijheid van meningsuiting interesseert me niet, want ik heb niks te zeggen. Ja, precies. Weet je, dit is ook zoiets totaal onzinnigs. Van waar trek je de grens? Maar je ziet wel dat... wat ik interessant vind is, jij bent vrij goed ingelezen, of hoe zeg ik dat? Je hebt door de wol geverfd. Maar een rechter en een, jij bent natuurlijk een schakeltje in een spel. Mm-hmm. Ja, is iedereen, heb je het idee dat deze nieuwe technologie voldoende is geland bij de instituten waar je, die bijvoorbeeld... Wordt al snel met illegaal vergeleken, denk ik, of niet? Ja, dat is natuurlijk een onderscheid tussen wat het standpunt is van het Openbaar Ministerie en de overheidsorganen versus hoe goed zijn ze in opsporing. Of hoe goed zijn ze op de hoogte van de technologie. Beseffen ze echt van bij iedere uitspraak, omdat het zo nieuw is. Kan ik me voorstellen dat het misschien nog een beetje, dat de eerste uitspraak ook een beetje van links naar rechts swingen. Of, Nou, ik merk dat zeg maar de capaciteit van de opsporingsdiensten en de kennis van de opsporingsdiensten, die wordt over het algemeen onderschat. Dus, onderschat? Ja, dus de FIOD. Je weet ook wat meneer die weet echt heel goed hoe dit in elkaar zit. Oh, dus ze hebben echt bijgespijkerd op hun kennis. Dat was een aantal jaar geleden wellicht minder het geval. Maar ze hebben, weet je, ze huren gewoon ICT'ers in. Ze zien, iemand die weet daar veel vanaf. Kom maar eens even langs. Dus daar halen ze die capaciteit wel vandaan. En ze gaan ook met actoren om de tafel. De officieren van justitie, want dan zit je alweer, dan zit je natuurlijk wat op een wat hoger niveau. Die beginnen ook steeds meer kundiger te worden op dit onderwerp. Er zijn ook een aantal officieren van justitie die hier echt goed over ingelezen zijn. Wat betreft de rechters is er wel een digitaal kenniscentrum. Maar het lastige is natuurlijk, anders dan advocaten en officieren van justitie, die de hele tijd met opsporing bezig zijn en de advocaten de hele tijd met verdediging, zijn de rechters daar zeg maar minder actief mee bezig. Alleen, de rechters hebben een heel hoog niveau in Nederland en zijn heel goed in staat om zich ergens over in te lezen. En zijn ze niet kundig genoeg, dan zorgen ze dat er een deskundige wordt ingehuurd. Ja, dus alleen wat wel lastig is, is zeker met witwaszaken, is het toch wel een beetje vechten tegen de bierkaai. Want er zit toch een bepaald standpunt, een bepaalde zweem van niet-pluis bij. Ja. En daar moeten we wel tegen vechten. En dat is wel een lastig proces. Ja, het bewustzijn daar moet ook gewoon... Buiten zeg maar de criminaliteit om. Hoe zit het met gewoon de normale burger? De Belastingdienst bijvoorbeeld? Ja. Wat kunnen we verwachten de komende jaren? Ik heb vandaag even op de website nog van de Belastingdienst gekeken. En ze hebben nu een vragenlijstje gepubliceerd over veelgestelde vragen over bitcoins. Oké. Dus was je telefoon of zo? Ja, nou, dat hoop ik niet, want die is niet zo goed. Nee. Maar ze hebben dat wat gepubliceerd, want dat hadden ze überhaupt niet echt gedaan in de afgelopen tijd. En daar zie je wel wat interessante punten op terugkomen. Ik denk dat op dat niveau zie je wel, zal steeds meer kunde in huis worden gehaald. Kijk, het was eerst gewoon zo, doe maar box 3 en verder moet je maar zien hoe het werkt. En ze zijn nu echt ingegaan op, hoe gaat het bijvoorbeeld met mining en dat soort treden, dingen. Ja, en treden. En wanneer valt dat daar nou onder? Omdat ik denk ook ze weten van, 1 januari komt eraan. We willen dat mensen wel een beetje behoorlijk ingelicht zijn over wat ze moeten doen. Ja, dat dus, snap ik, dus iedereen heeft een inhaalslag om te maken. En wat kwam er uit dat bericht wat ze online hadden gezet? Daaruit kwam dat zeg maar mining, op het moment dat het zeg maar echt winstgevend is, dan zou dat wel mogelijk onder de inkomstenbelasting kunnen vallen. Zeker op het moment dat je dat ook zeg maar als onderneming doet. Professioneel doet, ja. Ja. Maar wanneer is het ondernemen? Is er ook een grens in? Ja, kijk, en dan kom je op een fiscaal... dan zul je dus echt een deskundige moeten inschakelen als je dat... Want daar komt een beetje het kat-en-muisspel met de inspecteur. Ja. En dan zit je ook met bijvoorbeeld van of het nou in en buiten Nederland is, wanneer het sprake is van het zogenaamde woonplaatsbegrip. Daar zit een kat-en-muisspel tussen. Ja. En dan is de vraag van, heb ik zin om dat kat-en-muisspel te gaan spelen? Kijk, en als de belangen groot genoeg zijn, is dat natuurlijk wel handig om daar een fiscalist over in te schakelen
omdat je toch wel zeker wil weten dat je het op de juiste manier aangeeft. En los van het minen, heeft het nog andere nadelen voor ons als burgers opgeleverd? Nou ja, ik zag wel ook, ik las ook wel even vluchtig dat dat traden, daarvan zeiden ze wel, nou dat is in principe gewoon box 3. Tenzij je er bepaalde arbeid in hebt gestopt, waar het eigenlijk ja, normaal vermogensbeheer te buiten gaat. En dat je dus eigenlijk een soort van zekerheid van winst hebt. Wat is dan normaal vermogensbeheer? Want volgens mij heb je bij crypto nooit zekerheid van winst. Of ligt dat aan mij het afgelopen jaar helemaal niet? Nee, dat was niet echt een pretpakket afgelopen jaar. Nee. Nee, maar je ziet bijvoorbeeld, er was een tijd geleden, was iemand bijvoorbeeld actief met bepaalde bots. Die in staat zijn om door middel van arbitrage een soort van micro-winst te genereren. Oké, ja, ja, ja. En daar zou je van kunnen zeggen, ja, dat is anders dan gewoon daytraden, zeg maar. Dus ik denk dat ze doelen op dat soort initiatieven, waar het toch wel een beetje een vraagstuk is van in hoeverre is dit gewoon handel. Ja. Als je het professioneel doet, lijkt mij dat het niet ongewoon is dat daar een andere belastingregel voor valt. Maar, maar hoor je wat hij zegt? Dus als je dus gebruik maakt van een bot, dan ga je al last ondervinden. Ja, op het moment dat jij daar dat jij zelf bezig bent geweest. Want dat is denk ik wel een criterium dat van belang is. Ja. Heel erg eigenlijk. Voor minen geldt wat anders, voor traden geldt wat anders, voor het hoddelen geldt weer wat anders. En het rare is, in Europa heb je natuurlijk, of in Nederland heb je natuurlijk andere regelgeving. In Duitsland heb je weer andere regelgeving. In Zwitserland heb je andere regelgeving. Amerika geldt weer hetzelfde. Daar moet je juist weer belasting betalen als je bitcoins uitgeeft. Wat ook vet raar is. En als je af en toe trade, dat je zegt van nou, ik doe 1, 3, 4, 5 trades in een maand, is het dan. Ben je dan trader? Ja, wat je zeggen we wat willen. Leuker kunnen we het niet maken, maar wel, makkelijker. Dat is dan lastig. Ja, maar het is ook nieuw, hè? Dus ik denk dat daar ook een beetje het probleem zit. Verwacht dat jij een Europese wetgeving omtrent belasting? Nou ja, we hebben het al omtrent anti-witwasbeleid. Mm-hmm. Dus ik zie in dat daar afspraken over worden gemaakt. Didi. Hoor je ons, Didi? Of niet? Of is het een stil? Joehoe. Kun je mij horen? Ja. Moment hoor, even tweaken. Iets harder nog, maar even. Ja, ik was gewoon heel aandachtig aan het luisteren, dus vandaar dat ik zo stil was. oké. Alles uit, heel wat. Ja, hij zat gewoon. Ja, nu gaat hij goed. Gaat hij nu goed? Ja. Ja, mooi man, top. We hebben zijn telefoonnummer in de omschrijving voor mocht jij... mocht je nog hulp nodig hebben? When shit hits the fan, kijkers, dan kunnen je hem in ieder geval bellen. Hij heeft nog capaciteit. Maar wat doet het met je, Didi, als je dit zo hoort? Ja, nou, allereerst ga ik even mijn excuses aanbieden dat ik niet in de show zit. Dus ook voor de kijkers thuis. Crypto trader kan er helemaal niks aan doen. Mijn schuld. Ik zit hier in het boerendorp Venlo. En ik kom vanavond niet weg vanwege privacy dingetjes. Geen privacy coins, maar weer andere dingen. vandaar, jullie hebben de schuld niet bij mij. Ja, wat doet dat met mij? Wat doet met mij wat? Gewoon de hele discussie over juridisch in relatie tot iets wat... jij bent natuurlijk de crypto-hippie, vrijheid, wat nou regels, weet ik veel. Wil ik het zo zeggen. In elke branche moet iedereen op elke manier natuurlijk geld kunnen verdienen. Dus ook in de crypto-wereld zullen dadelijk advocatenkantoren... en belasting betalen we allemaal, dus wat dat betreft. Die verdienen geld zonder te treden. Je hoeft niet short of long te gaan, die verdienen altijd geld. Maar wat doet dat bij mij? Helemaal niks. Kijk, ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik lees dan afgelopen week, ik vind het echt helemaal geweldig. Er staat al een keer een stuk op bitcoin.com. Nederland gaat alles reguleren. De cryptocurrencies worden gereguleerd, want ze willen het witwassen tegengaan. En dan staat er in die tekst dat er sinds 2016 wereldwijd 90 miljoen dollar ongeveer witgewassen is met cryptocurrency. En dan staat er dus iets verder op in die tekst dat de ING-bank alleen al 750 miljoen aan boetes heeft gekregen voor het witwassen van cryptocurrencies in Nederland. Begrijp je? Ja. Dus dan denk ik, ja, waar ga je die reguleringen leggen? Waar ga je dat treffen? Ik had heel graag aan tafel zitten om ook eens te vragen, maar hoe gaan ze dat eigenlijk doen dadelijk? Weet je, zo'n belastingdienst, want die hebben natuurlijk, die zien onze bankrekeningen en dan zien ze wat er inkomt en wat er uitgaat. Maar hoe zien ze dadelijk dan bijvoorbeeld mijn Revolut-rekening? En hoe zien ze mijn N26-rekening? En hoe zien ze mijn Mr. Money Litouwse rekening? En hoe zien ze welke crypto's van welke exchange? En vervolgens weer naar een andere. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Eigenlijk ben je daar zelf verantwoordelijk voor om dat aan te geven. En op het moment dat ze dan vragen komen, dan moet je het gaan uitleggen, denk ik.
maar dan krijg je in crypto natuurlijk altijd het verhaal van een kale kip kun je niet plukken. Weet je, je hebt niks meer. Ik vind dat een hele mooie schei en ik ben heel benieuwd waar dat in de toekomst natuurlijk wel naartoe gaat. Ik bedoel, ik begrijp ook wel dat er dadelijk enigszins regelgeving moet komen. Ja, natuurlijk. Weet je, het is hun nog nooit, dan praten we over, ik denk nog 50 jaar lang, maar het is hun nog nooit gelukt met contant geld. Hun is wie dan in dit geval? Nou, we hebben het over alles eigenlijk. We hebben het over de Belastingdienst, hebben het over de Justitie, hebben het over de overheid. Al die instanties kunnen alleen maar reageren op het moment dat ze iemand op de trappen en dan kunnen ze ingrijpen. Maar dat is hetzelfde bij crypto. En natuurlijk, als iemand iets illegaals doet, ja, dan moet je hem zijn bitcoins af kunnen pakken. Maar ook bij crypto geldt dat ze niet vooraf alle huisadressen in Nederland langs zullen gaan om te kijken of er nog een ton aan zwart geld in de zak ligt en een ton aan crypto nog niet eens op een wallet staat. Nee. Daar hebben ze de capaciteit niet voor. Dus ik denk inderdaad ik ben even de naam vergeten van... De heer Reinier Jonkers. Van meneer Jonkers. Ja, weet je, daarom denk ik wat hij al zelf zegt. Ze kunnen op dit moment acteren op misdaden. Ze kunnen nog niet mensen begeleiden in, want hoe zou je moeten oplossen? Want daar is de markt continu voor. Ja. Weet je, we weten allemaal nog niet wat dat mogelijk is. Elke dag komen er weer nieuwe mogelijkheden. Hè? Kijk, de kinderen die schilderen tegenwoordig bitcoin kunst. Mooi. En heel toevallig, een van mijn favoriete munten, hadden jullie net over. Monero. Ja. Nou, ik denk dat na deze aflevering de Monero in de portefeuille wel enigszins gaat toenemen. Long. Geen beleggingsadvies. Nee, dat is sowieso. Dat is weer zo'n munt waar je niet van weet, hoe gaan ze er dadelijk mee om? Hoe moeten ze ermee omgaan? Ja, zo heeft het internetboom hun probleem en upstart gehad. En ze zullen dat nu met blockchain en crypto ook weer hebben. En dan komt het moment dat de instanties, de grote instanties, willen meegraaien. En dan gaan ze de markt reguleren. En dan kunnen ze daar ook weer wat aan verdienen eigenlijk. En dan moet dat negatief of positief dan eigenlijk maar in het midden. Ik zie in elk geval dat er vandaag bijvoorbeeld transacties zijn geweest. Kijk, en dan kijk ik naar privacy dan, hè, want daar hadden jullie net over. Mm-hmm. En privacy vind ik sowieso belangrijk. Hè, want ik vind het heel belangrijk dat mensen niet kunnen zien hoeveel flessen Bacardi ik per maand koop. Want voor je weet staat de AA bij mij in de deur. En dus ik zie, je hebt zoveel flessen Bacardi gekocht met Jan Lunders of wat dan ook. En nu moet je even de AA in. Maar privacy, ik kijk bitcoin transacties vandaag. Om 20:43, dat is een uurtje geleden, gewoon 2000 bitcoins verplaatst van een unknown wallet naar een unknown wallet. Ja, en zo kan ik de hele reeks doornemen, weet je wel. Er zijn vandaag duizenden bitcoins verplaatst van unknown wallets naar unknown wallets. Dus maar Didi, ergens komen die unknown, of un, hoe noem je dat? Unknown wallets komen... Ja, precies. Ergens komen die in aanraking met het fiat geld. Dus ze komen ergens in aanraking met een bankrekening of met een ATM of een exchange. Als dat gebeurt, dan weten ze dus wie gekoppeld kan worden aan die wallet. Dus op het moment dat jij ooit een keer wallets of crypto's hebt gekocht bij Bitonic of bij BitMyMoney, dan kunnen ze dus achterhalen welke wallets van jou zijn geweest en hoe die crypto's vervolgens van wallet naar wallet overgedragen zijn en hoe ze daarna weer gecashed zijn door jou en op de bankrekening zijn gestort. Eigenlijk allemaal te volgen. Of verloren zijn op de beurs natuurlijk, dat kan ook natuurlijk altijd. Maar kan ook zeker. Maar daarom, het is natuurlijk zo dat je dat ziet als je dat allemaal op die manier doet. Maar dat is nou net de reden dat de OTC-deals op dit moment zo'n floriserende wereldje is. Alles gaat over de counter, jongens. Alles wat groot gaat, alles wat mensen met zakken vol met zwart geld gaat, die doen niks op Binance, en die doen niks op Bitonic, en die doen niks op Anycoin Direct, even die mensen chillen in Nederland allemaal. Die gaan allemaal over de counter. Die kopen direct bij de whales. Weet je, de mensen die het willen verbergen, die houden het verborgen. Maar Didi, dat gaat over, dat spreek je over honderden bitcoins. Dan spreek je over misschien wel duizenden bitcoins. Dat zijn dan niet de kleine partijen. Nee, maar vergelijk het dan hetzelfde zeg maar, met de Nederlandse ondernemers. Kijk, de kleine en het midden kader van de ondernemerschap in Nederland, die hebben een BV, een WOF of een eenmanszaak. Die worden alle tijden, ten alle tijden bij de nek geknepen, uitgekropen en hè? Maar al die multinationals, hè, die McDonald's en al die grote bedrijven, die gewoon alleen maar een post hebben en dan weer een adresje op de Canarische eilanden, weet ik waar ze allemaal zitten, daar wordt niet naar gekeken. Daar wint de winst niet halen, want daar is het veel te veel werk om die mensen te pakken. En dat is hetzelfde met die OTC-deals. Daar kan de overheid achterheen rennen wat ze willen.
Weet je, weet je hoeveel werk daarin gaat zitten? De kleine mensen die kunnen ze pakken en die zullen ze dadelijk inderdaad pakken. Diegene winkel die een ATM-machinetje heeft staan en ja, die per ongeluk een paar keer die camera heeft uitgehaald of de vingerafdruk heeft niet goed gewerkt. Ja, die mensen gaan ze helaas dadelijk dingen, denk ik, weer straffen in plaats van de grote partijen die op dit moment eigenlijk op de achtergrond van ons allemaal giga bedragen en bitcoins verplaatsen van wallets naar wallets. Maar goed, we moeten niet allemaal negatief zien, want het positieve is dat iedereen er nu mee over praat. En nu is het ook zelfs, ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het echt respect voor een advocatenbureau dat ze zich erin duiken, want ik vind het knap. Ik vind het ook... Dit zijn de beschermen. Deze heren die treden op als de first line of defense, tegen onrecht en misschien ook wel niet en tegen onrecht. Daar heb ik zoveel respect voor. En dat geeft ook aan dat die cryptomarkt gewoon zo erg bloeiend is. Ja, dat zelfs de meest hoogst gerespecteerde beroepen in Nederland zich er op dit moment in gaan mengen. Ja, dat doen ze niet, dat het alleen maar een bubbel is natuurlijk. Is ook een vorm van adoptie toch, Didi? Ja, dit is adoptie. dit is adoptie ten top. Weet je, we hebben nu al een man gehad die de bank werkte bij jullie in de show. Die heeft bitcoins. We hebben nu advocaten, die hebben bitcoins. En dan hebben we een of ander wat wel de hippie zoals mij, die heeft bitcoins. Dus in alle bevolkingsgroepen zwerven de bitcoins rond. Dat is dan gewoon heel mooi om te horen. Ja, dat is echt vet. Dat is echt vet. Hey Didi, heb je nog wat te delen voor wat je misschien van de week hebt meegemaakt of iets? Hoogtepunt van de week? Ja, hoogtepunt van de week. Ik moet eerlijk zeggen, het Nederlands bedrijf Momentum Protocol, daar ben ik op bezoek geweest. Dat is een project die gaat eigenlijk de loyaliteitsbranche gaan ze eigenlijk op de blockchain brengen. Dus eigenlijk zorgen dat jij je Air Miles kunt wisselen voor... De spaarpunten van de Albert Heijn en weet je wel, dat kun je hetzelfde als met crypto traden dan met puntjes onder elkaar wisselen. Dus zodat je, als je niet genoeg Air Miles hebt, je kunt inwisselen voor een kopje koffie bij weet ik wat, iemand met die punten geeft. Vet. Maar die hebben, daar ben ik op een meeting geweest en die hebben mij twee nieuwtjes verteld en die ga ik nu niet vertellen, want dan moet je bij die mensen zelf zijn. Maar dat is echt giga, giga, giga nieuws. Ik meen het serieus, ik heb nog nooit zo'n grote partijen in de crypto-wereld zien stappen als wat bij dat bedrijf daar in gaat stappen. En dat is echt... Ik zit hier niet in om te chillen. Primeur? Nee, je zit hier niet om te chillen, maar doe toch maar even. ik meen het gewoon heel serieus. Ja. Die mensen echt heel serieus aan de weg in Temmer zijn. Gewoon een heel groot bedrijf achter wat ik eigenlijk allemaal niet zo goed is. Wow. De rest kan ik alleen zeggen, Uber. Je kunt dadelijk Uber met bitcoins betalen sinds vandaag. Dus dat is waanzinnig mooi natuurlijk. Ah, nice. Dus mooi. Is ook net op het nieuws uitgekomen. En voor de rest, ik ben aan het traden geslagen weer. Ik heb mijn cold wallet dingetjes geplaatst naar Binance. En ik heb dus de tijd ben ik aan het nemen om af en toe weer wat bitcoins om te wisselen naar Tethers. En weer terug naar bitcoins en af en toe wat te surfen. Nou, is de roest er vanaf? Kon je het nog? Ik wist de wachtwoorden allemaal niet meer. Nee. De tweede vaart, hoor. Kijk, ook mensen zoals mij zijn mensen. Ik ben ook een mens. En dan begint ga je twijfelen. En dan, dan wil je weer toch weer eventjes de markt instappen. En dan wil je ook weer gevoel hebben. En dan heb ik ook een Magalon-contract gehad. En met andere mensen die in die markt zitten. Die heb ik even aangesproken. En een paar vragen gesteld. En dan ben je weer een beetje op de hoogte. En dan krijg je weer feeling ermee. En dat is ook op dit moment wel nodig. Want ik denk dat we op een heel spannend moment zitten. Ja, Madelon zit nu daar, maar volgens mij ging Bitcoin net naar de 3300 ongeveer. Waar een drop gehad? Ja, dus volgens mij zitten we in een triangle en kunnen we of naar boven of naar onder. Klopt. Is denk ik naar onder. Ik denk dat we rond de 2600 eigenlijk gaan uitkomen ergens. Maar ik ben geen financieel adviseur. Het enige waar ik heel goed advies in kan geven is, echt, dit is het beste kerstcadeau voor jullie wat jullie kunnen kopen voor iemand die in crypto zit. Bitcoin zakken. Trek jij ze volgende week aan, Didi, als je hier komt? Ik trek die de volgende week aan. Ja, leuk. Top. En die krijg je in het oranje, dat is de neutrale kleur, maar natuurlijk ook de Bitcoin kleur een beetje. Maar ook in het groen en in het rood. Ja, dat ligt aan de dag natuurlijk. Bitcoin kerstje. Super vet, man. Waar koop je die dingen? Dat is een of andere webwinkeltje. Dat heet shitcoinlovers.io of zo. Is een vaste hangplek voor jou, of niet? Ja, dan krijg je hele leuke dingen, man. Dan krijg je ook armband, ja, weet je. Leuk, 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 leuk. Top. Hey, dankjewel, Didi maar weer. Didi, tot volgende week. Volgende week feestje, hè. Doei, doei. Doei. Eindejaar special. Hoi. Doei. Hoi. Fantastisch, hè. Revolutionair, hè, qua denkwijze. Ja. Wat, bedoel, ja. Hij gaat er goed mee om. Hij gaat er goed mee om. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Zeker Didi weten, ook weer aan de trainer staan. Het zit nu wel een beetje rond het niveau waar Didi ooit inkocht. Dus het wordt voor Didi natuurlijk ook spannend nu.
Maar op Binance kan je niet echt short gaan natuurlijk, hè? Maar je kan wel even... Maar dat hoeft ook helemaal niet. Ja, nee, ja, het hoeft op zich niet. Maar... Short, nee. Als je verkoopt en afwacht als we naar beneden gaan... En kijk, Didi is natuurlijk een Bitcoin believer, een Bitcoin maximalist. Dus je verkoopt, je wacht, je koopt op de bodem weer... Heb je daarna strakjes twee keer zoveel Bitcoin als die koers op hetzelfde punt staat. Ja. Dus twee keer zoveel geld. Je hoeft niet per se short te gaan. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dus Mies, hoor je dat? Je hoeft niet per se short te gaan. Ik ga nooit short. Maar nog eventjes een dingetje. Ja, sorry, wat had je? Dit is wel grappig, want vorige week sprak ik Didi. En hij was een beetje van, nou oké, ik wil wel weer gaan traden. Wat vind jij nu van de markt? En ik zei toen tegen hem, 3330 is best wel een belangrijk punt. En we staan nu op 3320. Dus we moeten even kijken of we strakjes hier doorheen zakken of net niet. Want we hebben hem wel al gehad. Ja? Ja, we zijn er wel onder geweest, toch? Nou, dit is nu een symmetrische driehoek om en nabij. En ja, dit was best een spannend punt. Nou, ik heb wel bij jou wel een omslag gezien. Want ik de Shiva weet er alles van. Crypto Michael. we gaan straks trouwens die chat nog in. Ja, Michael, echt wat een hilariteit altijd bij jou in de Telegram. Ik ben ooit shorting the dip, weet ik veel wat... Goed, hij zakt nu as we speak. Maar dat vond ik wel fascinerend. Want jij was, aanvankelijk had ik een soort van stickertje op je hoofd geplakt. Permaboel, weet je wel. Maakt niet uit, hij gaat gewoon... Dat is wel een jaar geleden, denk ik. Misschien wel langer. Is, weet ik veel. Dat is, we weten allemaal van stickers dat ze natuurlijk nooit kloppen. Maar ik ben er zelf over teruggekomen. Maar ik zag wel duidelijk de laatste tijd een omslag bij jou. Van, in één keer kan die ook naar beneden of zo. Weet maar ik heb het heel lang geroepen. Dat we, als we onder die 5000 grens zouden komen... dat er dan een hele grote kans was dat we weer terug naar 3000 zouden gaan. En ik denk al vanaf... Die zijn maart trein, maar of zo, maart, april misschien, dat ik zei, er is een kans. Ja, ik doe alles op basis van wiskundigheid. Dus alles op basis van wiskundige berekeningen. En dan weet je dat die kans er is. Ja. Maar of het gebeurt, dat is nog maar de vraag. Ja, het is, ik vind het wat dat betreft ook wel een leuk spel. Omdat het enigszins ook nog wel simpel is voor mij. Of hij gaat omhoog, of hij gaat omlaag. Je moet wel enigszins flexibel zijn natuurlijk, in sentiment natuurlijk ook. Als jij maar permaboel bent. Ja, dat kan niet. Nee, maar dat kwamen we ook achter, of niet, Mies? Ja. Wij dachten echt dat hij alleen nog maar omhoog kon, hè? Ja, wij zaten helemaal in het... bizar. Mies, die vertelde net dat hij heel graag... dat hij vorig jaar... Hoe zat het nou? Vorig jaar zei jij... Ga je het zeggen of niet? Ik wil het niet voor je zeggen. Wat? Nou, dat het zo goed ging. Oh ja, absoluut. Ik wil niet voor je zeggen. Misschien wil je niet zeggen. Nou, dat zijn we allemaal heel eerlijk over. Hoor. Tafel, van het is klaar nu. We gaan omgeven. Met pensioen. Rond maart, april gaan we wel stoppen met werken. Ja, dat klopt. Zo zaten we helemaal overtuigd. Ik zei van nou... November dan is miljoen 1. Ik denk december al de tweede miljoen. Dan gaan we op Curaçao, gaan we het vieren. Ja. Nou, waar zitten we? Het is toch de Canarische weilanden geworden. In plaats van... Jammer dan. Er liep even wat anders, maar... Ja. Maar goed, ja, we hebben elkaar. Ja. Daar gaat het om. We gaan nu zo... dat is sowieso top. Hè? Dit pakken ze ons nooit meer af. Nee, zeker niet. We gaan zo meteen verder. We hebben wat vragen. Zal we een experimentje gaan doen? Wou je dat nu doen of wou je hem door midden knippen? Of heb je gewoon iets van, we tanken hem gewoon door? Kijk, we gaan een kleine pauzeronde doen. Maar ik ga alvast op start drukken. Dan kunnen mensen in de tussentijd inloggen. Dan hebben we even 2 minuten de tijd. Okay. Dus eigenlijk wat we gaan doen, jongens. We gaan een klein quizrondje doen. Ja, let op. We gaan ook even om de techniek te testen, zeg maar. Omdat we nog wel eens prijsvragen hebben of weggeefacties. Gaan we even kijken of dit voor ons gaat werken. Ja. Dus ik ga zo meteen play drukken. Dan zien jullie... wacht even. Moeten ze eerst niet ergens... Moeten we ze eerst een instructie geven? Dat ga ik laten zien. Oh, oké. Okay. Kahoot. Ja. Als jullie naar de volgende website gaan. Dat is kahoot.it. Je ziet hem hier. K-A-H-O-O-T. IT. Ja. En dan krijg je vervolgens een infovenster waar je een pincode in kan vullen. Als jullie allemaal even de pincode en de naam invullen, gaan we zo meteen starten. En dan gaan we nu een kleine pauze houden, denk ik. Dus ik laat dit venster even openstaan, jongens. Ja. Neem even de tijd om een second screen te openen en om hierin mee te gaan. We gaan straks wat Bitcoin vragen gesteld worden. Als jij me vinden in de chat gooit, nog kahoot.it met de pincode. Ja. Dan wachten wij even tot de players. We hebben per vraag 30 seconden de tijd. Zorg allemaal dat je even up-to-date bent door F5 te drukken. Ja, we hebben al de eerste kijker. Pin, kijk, dat zijn de snelle Jelles. Ja, we hebben 15 seconden vertraging, zeg maar. Maar we hebben 30 seconden de tijd per vraag. Dus neem even de tijd om mee te doen. Als jullie allemaal... wij nemen even een klein breakie en dan zien we jullie zo weer terug. Kahoot.
Moet iemand het, en dan gaan we nu drinken? Luisteren naar de ode. Ja, wat, ja dat is water. Ja. Ja, moet je ijsblokjes in? Ja, Rolf. Oké. Okay. Kan ik voor jou nog wat halen? May you rest in peace. I would also like to dedicate kunnen ze nog steeds kijken, zeg maar? Oh. Of heb je nu YouTube? Of wisdom and hope for us all. Ja, oké, okay, klaar gespeeld. This train is bound for glory. Even kijken of het werkt, hoor. Well, Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say. And we don't know much about him, but he came to save the day. When he wrote about the way things are and the way things ought to be, he gave us all a protocol this world had never seen. Or Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Or Bitcoin, I know you're going to rain till everybody knows, till everybody knows your name. Hey, hoe laat ga je, down the road it will be told about the death of old Mt. Gox, about traders trading altar coins and miners mining blocks. But them good old boys back in Illinois and on down through Tennessee, see they don't care to be a millionaire, they're just wanting to be free. Oh Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh Bitcoin, I know you're gonna rain till everybody knows. Everybody knows till everybody knows your name. Wil je wat zeggen als je? Als je nou die draadloos pakken, die op tafel ligt, dan kun je praten. From the ghettos of Calcutta to the halls of parliament, while the bankers count our money out for every government. Oh, Bitcoin flies on through the skies of virtuality. A promise to deliver us from age-old tyranny. Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to rain till everybody knows, till everybody knows your name. Everybody knows your give me some exposure. Everybody knows your name. Sing it. Oh Lord, pass me some more. Oh Lord, before I have to go. Oh Lord, pass me some more. Oh Lord, before I have to go. Hey, de mics gaan weer live, ja? We zijn er weer. Ja, de mics gaan weer live. We hebben inmiddels 34 kijkers. Ik moet even een klein dingetje erbij zeggen, omdat we die vertraging hebben. Op je telefoon zie je zometeen 4 knoppen. Rode, blauwe, groene en gele volgens mij. Doordat we die vertraging hebben, zien jullie die iets eerder dan dat je de vraag ziet. Dus let zometeen op het scherm. Dan zie je op je telefoon alvast de kleuren, maar klik nog niet tot je bij ons de vragen ziet. Maar goed, dit gaan we dus even testen. Ja, het kan, ja inderdaad. Het kan door die vertraging een beetje... Je ziet de knoppen eerder dan dat je bij ons de vragen ziet. Dus druk niet te snel. Nee, inderdaad. Je moet natuurlijk... ik zie allemaal creatieve namen. Op een of andere manier moeten we wel kunnen kijken... Ja, in de chat gaan wil iedereen in de chat nu zijn nickname bij Kahoot zetten? Want anders kunnen we straks de prijs niet connecten aan de juiste persoon. Dat is toch wel persoon. Op het einde. Ja, de winnaar zien we straks. De winnaar zien we straks en dan kunnen we dan kijken okay. Wie de match okay. is. Oké, okay, dat is duidelijk. In ieder geval top dat de helft van alle kijkers nu aangeven ja, is. Ja, okay. Super. En Roelie, kunnen we even een shot van de prijs doen? Want die is vorige week niet opgehaald. Deze gaan we natuurlijk weggeven. Even kijken hoor, wat is nou in beeld dan? Hij staat al in de shot. Oh, hij staat al in, sorry. Ja. Oh, kijk eens aan. Wow. Dus de prijs is dit fantastische ding van CryptoTag. Yes. Nou, je ziet hem hier. Zijn we vorige week niet aan toegekomen om weg te geven, maar... Nee. Nou, we hebben vorige week gezegd van de eerste die er is. En toen waren er een paar die zeiden, oh, ik woon om 8 minuten. En toen heeft waarschijnlijk iedereen die echt in de buurt woonde zoiets gehad niet van, gaan. Laat maar zitten. Ja. En die gast die zei dat hij 8 minuten hier vandaan woonde, dat was stiekem niet zo. Dus dit is de prijs. En Zullen we gaan starten, jongens? Ja, wij moeten voor, lees jij het voor? Je krijgt het op scherm. Ja, ik zal hem ook voorlezen. Doen we om de beurt. Oké.
Roelof, moet je even opletten dat rechts onderin zie je die camera nog? Dat je even fullscreen beeldscherm hebt, denk ik. Ja, ze gaan starten, jongens. Druk nu op start. En 9 vragen. 9 vragen, jongens. Are you ready? Eerste vraag. Waarom kan je beter gebruik maken van een mining pool? 1. Met een 1 miner is het nagenoeg onmogelijk om succesvol te minen. Blauw. Transacties die via de mining pool verlopen zijn veiliger. Geel. Bitcoin transacties zijn op die manier sneller verzonden. Groen. Omdat hier verschillende coins gemined worden. Sorry. Nou, jullie hebben eventjes om het antwoord te geven. De Quizmaster. Kijken of dat lukt hoor, met die vertraging. 16 antwoorden. Dus de helft heeft er niet ingevuld. Ik vind het wel leuk dat dit kan. Nou ja. Net als zo goed meegedaan wordt. Ik hoop dat het lukt. Snel, 16. Hop. Volgende. Oké. Okay. 13 hadden het. Nul had het goed. Nee, dit is mijn fout, sorry. Want we hebben achteraf de vraag veranderd. Ik heb het vinkje. De eerste onze vraag fout. Is van mij, sorry. Oké, ik zie wat ik fout heb gedaan. Ja. Oké, duidelijk. Ik heb achteraf de vraag gewijzigd. Wat was ongeveer de hoogste koers van Bitcoin ooit? Rood 22.000. Blauw 20.000. Dollar. Dollar inderdaad. Geel 18.000. Groen 25.000. Alles is dollar. 1 antwoord. Ja, de volgende. Ze stromen 10 binnen. 10 seconden. Kijk nu. Dit was een opwarmetje. Dat zag je natuurlijk wel. Ja. Bam. Ja, huppatee. Kijk, er zijn al wat goed. Mensen. Ja, eerste vraag was mijn fout, jongens. Sorry. Okay. Sebastian staat bovenaan. Sebastian! Want de factor tijd is ook een dingetje. Ja. Dus daar wordt nog extra beloond. We gaan door met de volgende. Wanneer daalde de prijs van Bitcoin van $35 naar $2.30? Was dat rood in 2010? Was dat blauw in 2011? Was dat geel in 2012? Of was dat groen in 2013? 15 seconden nog, jongens. Tik-tak, tik-tak. Ja, Juno zegt hier, jammer, enorme vertragingen. Maar dat klopt inderdaad. We hebben 15 seconden vertraging. Dus, dan zijn er nog 15 seconden om de vraag te beantwoorden. Ja. Maar goed, dit was een test. De volgende keer doen we iets meer tijd. Oké, ja. Oh. 12 goede antwoorden. Gaan kijken. Roger Ver. Oh, wat leuk dat hij ook meekijkt. Hi Roger. Moet hem wel zelf komen ophalen, de prijs. Yeah, if you want to get your bitcoin, you have to come here. And we'll interview you. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. In welk jaar kende bitcoin zijn hoogste relatieve groei? Was dat rood in 2017, blauw in 2011, geel in 2015 of groen in 2013? Oeh, interessant. Dus welk jaar is Bitcoin het hardste gegroeid? De log scale, hè? En dan de stelste piek. Het gaat om percentages. Percentage hoef je niet te weten, maar welk jaartal was dat? Oh, wauw. Mies, neem ook wat in je hoofd. Kijken of het goed is. Ja. Even kijken, hoor. Het was groen. Het was groen, 2013. Volgens mij 55 keer. Toen deden we hele andere dingen, of niet, Mies? Helaas. Ja. Crypto-chopper. Crypto-chopper, nummer 1. Draalf nummer 2, Cryptonimus. Hé, hey, die kennen we. Er zijn 4 spelers die al 3 keer achter elkaar goed hebben. Oeh, wauw. Lekker bezig, heren. Dan komt de volgende. Deze ga ik oplezen. Welke factoren hebben de grootste invloed op de prijs van Bitcoin? Is dat rood? Media-aandacht? Is dat blauw? Vraag en aanbod? Is dat geel? Netwerkeffect? Of is dat groen? Alle 3? Oh, wat een moeilijke man. Ja, de grootste. De grootste. Ja, waarom mag ik niks zeggen? Ja. Is het heel leuk? Is het heel leuk? Hebben jij dan ook even in moeten loggen, man? Oké, okay, we gaan kijken. Alle 3 dus. Ja. Dus eigenlijk heeft hij... Cryptonimus. Ja, ook een Tim. Oh, die heeft een icoontje erbij. Die heeft een streak. Oh, is het een streak? Tim heeft een streak. Dat is degene die de 4 in een row goed heeft. Alleen niet Tim. Snel genoeg. Dus nee, de snelheid is ook belangrijk. Ja, volgende, jongens. Wanneer is de pijldatum om je aangifte vermogensbelasting op te geven? Is dat rood op 1 januari? Blauw op 31 januari? Geel op 31 december?
of groen, Chinees nieuwjaar. Deze vraag is niet goed. Een pijldatum. Oh. Ja, om je aangifte vervolgens belasting op te geven. Nou, de pijldatum van, ja, de pijldatum van Bitcoin. Dat je vermogen gecheckt wordt. Ja. Dat is... Ja, nou, okay. Meestal dat goed. Ja. Mensen hebben het begrepen. Ja. Ja, heel goed, heel goed. We gaan eens even kijken wie... Niemand Chinees nieuwjaar? Nee, dat valt me op. Oh, Kryptonius. Nou, Kryptonius, dat is toch wel... die gaat toch wel erg goed. Maar goed, er kan nog van alles gebeuren. Door naar de volgende vraag. Wanneer is de CryptoTrader eindejaars special? Is dat 24 december, rood? Is dat blauw, 25 december? Of is dat geel 21 december? Zeg maar volgende week vrijdag. Of is dat groen 28 december? Shiva, moet je sneller. Ik krijg reactie. We moeten snel die dingen... Ja. Even aanpassen. 3, 2, 1, snel. Hoppatee. Nou, op zich, het is straks... De vaste kijkers die wisten. Op het moment dat je op next drukt, moet je dus gelijk gaan ouwehoeren. Ja. Jij bent aan de beurt, Sonny. Tim's bovenaan. Tim's er bovenaan. Flinke voorrang neer. Zo. Stopt het Bitcoin-netwerk als mining niet meer rendabel is? Is dat rood? Ja. Blauw? Nee. Geel? Onder de kostprijs wel. Of groen? Pas als de laatste Bitcoin gemined is. Stopt het Bitcoin-netwerk als mining niet meer rendabel is? Hebben we hierna onze laatste vraag, dus volgens mij door onze gast geïntroduceerd. Ja. Dus die, als je goed opgelet hebt, dan weet je het antwoord, als het goed is. Ja, goed. Netjes hoor. Dan komt nu de laatste vraag. Moet ik die voorlezen? Ja. Okay. Tim staat nog steeds bovenaan. Tim, je gaat als een raket. Zo. Maar Prins B, een Dynamic en Roger Ver zitten hier op de hielen. Nek aan nek. 1, 2... Boom. Bij welk bedrag moet je cliënten onderzoek doen als je cryptovaluta verhandelt voor contant? Is dat rood 500 euro? Is dat blauw 5000 euro? Is dat geel 10.000 euro? Of is dat groen 15.000 euro? Moet heel snel zijn. Ja. Ja, jongens, volgende keer geven jullie iets meer tijd. We hebben nu 30 seconden, dus we zullen de volgende keer even een minuutje doen. Dus oh, je kan ook een menu doen. Ik kan hem iets langer zetten. Maar dan gaan mensen googlen natuurlijk. Ja, het is... Ik moet er geen tips geven. Geen tips. Holy moly, we hebben een winnaar. Het is Dynamic. Oh my god. Dynamic, als jij eventjes in... Even op de YouTube chat ons contact. Jongens, voor de nummer 1 die krijgt deze jongen hier. Dat is deze. Tim, en voor Tim en voor Prins B hebben we denk ik nog wel een mooie troostprijs. Ja. En die kunnen jullie volgende week ophalen. Hier op in Hilversum. De vrijdag, hier in Hilversum. Ja, onder vertoon van je legitimatie, want wij doen hier natuurlijk wel aan KYC. Voor KYC, ja, precies. Ik zou zeggen, zullen we dat ding weghalen? Zien we er dan wat van of niet? Dan hervatten we. Leuk man. Leuk. Gefeliciteerd. Top. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt. Mochten we dan de volgende keer nog meer dingetjes hebben, dan gaan we dit vaker gebruiken. Ja, ik denk iets langer de tijd voor de mensen om te reageren. Maar dit is wel lachen inderdaad. We hebben altijd moeite om dingen weg te geven. Of althans in dynamiek te vinden. Maar dit is wel een mooie interactie. Dus Tim, Prins B en Dynamic, wel gefeliciteerd. Dat was een nek aan nek race. Hey, we hadden nog heel veel vragen hè? Vanuit de chat. Heb jij daar een beetje op zitten letten? Ja, of niet? Dat gaat als een speer. De Bitcoin Family vraag nog. Ja, helemaal iets vergeten. Madelon, wat denk je van de Hyperwave-theorie? Neem eens nog maar een hap. Hyperwave? Mag ik daar zo op terugkomen? Zij komt er zo dat toe. Mag. Even kijken hoor. We hadden ook nog wat vragen van de kijkers die gingen over het juridische aspect achter Bitcoin. Wat is nou de meest spraakmakende zaak? En je kan natuurlijk niet in detail treden, maar waarvan je zegt van... Wauw, dat is echt wel een... Daar ben ik echt wel trots op of zo. Heb ik toch maar even gescheft. Ja, ik had een van de eerste Bitcoin handelszaken. Dat vond ik wel heel leuk om te doen. Het was echt een van de eerste keer dat het überhaupt voor de rechtbank kwam.
Dus daar zat wel echt een uitdaging in om alles zeg maar eruit te halen wat eruit te halen viel. Omdat het natuurlijk volstrekt nieuw was. Ja, alle kijkers op jou gericht natuurlijk. All eyes on you. Ja, precies. En daar ging het ook over bitcoinhandel tegen contant geld. En daar had Justitie ook onderzoek gedaan met behulp van de analyse tool Chainalysis. En ja, ons kantoor die is eigenlijk van mening dat dat programma niet als bewijs mag worden gebruikt in een strafzaak. Omdat het namelijk niet inzichtelijk is hoe dat programma exact werkt. Want de broncode van het programma is namelijk niet publiek inzichtelijk. Oh. Dat is namelijk een privaat bedrijf. Dat wordt ingehuurd door, dat eigenlijk zeg maar middels een licentie wordt gebruikt door Justitie. En wij denken, dan kan je net zo goed zeggen van het is foute boel. Ja. Dat je gewoon even een resultaat uit de hoge hoed tovert. Zonder dat je ook maar enig inzicht hebt hoe dat werkt. En werd dat als geldig gezien, dat argument? Helaas niet. Nee. Want in die zaak ging het erom, het werd niet betwist, dat het dus niet zou kloppen. Dus er zou eigenlijk ook moeten gekeken worden naar contra-expertise. Nou, en dat willen we dus de volgende keer ook weer gaan doen. Want er zijn een aantal andere blockchain-analyse softwareprogramma's. Die werken wel een beetje allemaal op basis van hetzelfde principe. Dus we zitten nu ook steeds meer te kijken, in hoeverre klopt die theorie van die cluster-analyse nog wel? En daar zijn nu een aantal deskundigen die zijn daarna aan het kijken. In hoeverre is die cluster-analyse eigenlijk wel juist? En ik ben nu wel met een aantal projecten bezig, een aantal zaken, waarvan ik er steeds meer van overtuigd raak dat die methode van die cluster-analyse gewoon niet deugt. Hier vraagt J. Constant. Ik las eventjes in de gouden geit J. Contant. Maar we zitten helemaal in de scène van cash, geld en het witwassen natuurlijk. Die vraagt, is via een Bitcoin ATM ook traceerbaar? Dus ik denk een transactie. Uitcashen via een Bitcoin ATM ook getraceerd? Dat zou ik niet weten. Maar zou ik kunnen, weet ik toevallig. Zou de transactie moeten te kunnen terugvinden? Ja. Het hangt ervan af of, ik weet niet of General Byte zeg maar centraal, of dat is zeg maar de grootste partij, of zijn centraal cluster gebruiken. Nee. Ze hebben wel alle functionaliteiten om gezichtsherkenning, vingerafdruk, paspoort scannen. Dus. Want dat is even de vraag. Als de vraag is van, zijn die automaten in staat om blockchain-analyse software te doen? Nee, dat niet volgens mij. Nee, wel. Want dat zou volgens mij, het zou in theorie wel kunnen. Je zou het er volgens mij wel op kunnen zetten als je dat zou willen. Mm-hmm. Maar of je kan traceren of het uit een Bitcoin-ATM dat zou ik op dit moment niet weten, want dat is op dit moment nog niet voorgekomen. Oké, is nog niet voorgekomen. Ik heb hier nog een vraagje van Vincent. Als je handelt voor andere mensen en daar een percentage van de winst van krijgt, mag dat zomaar? Dan is dat dan ook box 3 belasting. Dus als je funds van een ander beheert. Bezit. Dus volgens mij mag dat in Nederland helemaal niet. Jawel. Je mag niet zomaar voor mensen handelen. Maar je kan particulier een afspraak maken dat jij 5000 euro... Stel je voor, je hebt echt een totale digibet die zegt, regel het maar. Ja, ik weet ook allemaal niet hoor, doe jij het maar, jij hebt er verstand van. Volgens mij moet je daar gewoon een vergunning voor hebben of een DSI of iets dergelijks. Je zit daar wel echt in de risicozone. Ja, dat mag niet zomaar, mijn weten in ieder geval. Nee, want het is natuurlijk wel zo dat krijg je dan ze niet vallen op dit moment buiten het toezicht van de WFT. Alleen er zijn wel bepaalde handelingen die daar wel heel erg duidelijk op wijzen dat je eigenlijk gewoon... eigenlijk als broker zeg maar optreedt. Ja, en dat is natuurlijk gewoon dat kan wel echt problematisch zijn. Want je ziet dat de AFM daar steeds strikter op aan het toezien is op dit moment ook. Als je daar belasting over, als je een onderneming hebt en je vraagt een fee voor iets, dan valt dat natuurlijk gewoon onder de inkomstenbelasting. Dat is, maakt het niet anders of het nou crypto zijn of enig ander object. En als vriendendienst? Dat mag überhaupt niet. Net als hetzelfde geldt voor zomaar een lening als vriendendienst geven. Dat mag ook niet zomaar. Maar ik mag niet familie helpen omdat ze zeggen van regel jij het maar. Ja. Nee, als jij het geld van jouw familie in jouw bezit neemt, dan mag dat niet, nee.
Ik weet niet wat voor bedragen daar aan hangen, maar bij mijn weten is dat gewoon... Nou, die zijn wel volgens mij, een privélening, dat kan in principe wel. Hè. Dat zie je wel eens vaker, dat gewoon binnen familie geld wordt geleend. Maar daar hangen dan wel weer percentages aan. Ja, dus voor de fiscus moet dat dan wel weer. Dat tenminste voor de onderneming, dat je daar een percentage voor... Omdat anders wordt het namelijk een beetje een kunstmatige constructie... Ja. Dan zou je heel goedkoop geld weg kunnen geven. Exact, om natuurlijk de schenkbelasting bijvoorbeeld te ontzijden. Ja, maar dat gebeurt, dat familiebankieren, dat is natuurlijk van... je leent je eigen kind op een bepaald percentage. Het gaat toch om ongeveer 6% wat je dan weer terug moet betalen. Hoe bedoel je dat? Aan rente. Ja. Als jij aan familie een lening geeft, is het vaak duurder dan... Ja, maar je kan dus je leent voor 6%. Je trekt ook af, die rente is ook aftrekbaar. Mm-hmm. Maar je kan dan als ouder onderhands, kan je gewoon 5.000 belasting... Ja goed, en zo worden de... Dat is een loop. Helaas hebben mijn ouders geen fortuinen, maar anders had ik dit trucje graag toegepast. Maar bijvoorbeeld, ik heb nu een ledger en er staat nu een portefeuille op. Het is nu heel laag de koers en die verkoop ik aan Shiva. Ja. Contant. Die ledger? Die ledger. Ja, die is goed, ja. En mijn portefeuille. Ja. Die verkopen contant op papier. Mm-hmm. Ja, dan of, bij de Sjaak. Maar ben ik dan verplicht om dan dat op mijn documenten over... Ik heb mijn ledger met mijn inhoud heb ik verkocht aan een andere partij. Ja. Nou ja, kijk, het gaat om ook de WWFT. Hè, die heeft het over bij dat cliëntenonderzoek wel over zeg maar beroeps- of bedrijfsmatig inkopen voor goederen. Overigens, met die 10.000 aan contanten moet ik wel even bijzeggen... Dat is ook als dat in delen gebeurt. Hè? Dus 5 keer 2 is ook zeg maar 10. Dus, want anders is het een hele makkelijke manier om het te omzeilen natuurlijk. Maar als jij je ledger verkoopt... En 10 keer 1 dan? Ja, 10 keer 1. Ligt aan onze periode. 10 keer 1 is... Ja, nee, dat geldt ook. Je verkoopt een portefeuille voor 5.000. Ja. Want het is misschien iets meer waard, maar niet veel meer waard. En dan zeg ik, oké, geef me 5.000, hier mijn ledger, ik ben van mijn portefeuille af. Dan ben ik klaar. Ja. Ja, ik zie daar in principe niet heel veel meer verschil in als wanneer jij 3 laptops verkoopt voor hetzelfde geld. Nee, ja. Want op Marktplaats vindt een dagelijks een enorme handel tussen mensen. Ik bedoel, wat allemaal, maar ja, hoe noemen we dat dan? Maar zwart dan ben handel? Ik dus van die hele ook weer grens aan. Tracking ben ik af. Dus ik ben dan klaar. Dus dan ben ik van... Dat klopt, die ledger die geef je dan aan iemand anders. Ja. Die andere persoon doet er dan wel goed aan... om ja, dat op de een of andere manier wel vast te leggen. Want mocht er dan sprake zijn van een enorme waardestijging... Ja. Want dat is het verschil met 3 oude laptops. Die blijven meestal gewoon 3 oude laptops. Die worden meestal niet heel veel meer waard. En dan is het wel fijn als je dat op de een of andere manier hebt vastgelegd. Hm. Want je zult daar toch een verklaring voor moeten hebben. Maar ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als je op de markt weet je wel een schilderij koopt... en dat blijkt dan een Rembrandt te zijn... Ja. Kijk, dat is dan wel weer, ja, hoe kom je aan die Rembrandt? Ja, die heb ik op de markt gevonden. Ja. Maar ook daar kunnen natuurlijk wel vragen ontstaan van, oké, maar weet je, want het zou ook wel eens als excuus kunnen worden gebruikt voor kunstroof of iets in die trant. Dus het is wel, ja, ik zou toch adviseren om dat wel even vast te leggen. Heel goed. Alright. Ik wilde nog even terugkomen op Hyperledger. En ik moest even nadenken... Hyperwave of zo. Oh, Hyperwave, sorry. Hyperwave. Ik moest even nadenken hoe ik dat op een goede manier zou gaan verwoorden voor het normale publiek. En Hyperwave is in principe een theorie die het bubbelpatroon van Bitcoin omschrijft. Okay, en op basis van die Hyperwave... theorie, die is ontworpen door, en ik heb het net opgezocht, Tyler Jenks, en hij heeft ook een YouTube-kanaal, en dat is wel interessant. Maar als je zijn theorie zou volgen, zou Bitcoin terug kunnen gaan naar $1,000. En ik denk dat Didi daarop doelt, of ik daarin geloof. Ik weet zelf niet heel veel af van die Hyperwave-theorie, moet ik heel eerlijk toegeven. Wat je vaak ziet bij Bitcoin is dat de koers van Bitcoin teruggaat naar de vorige top. Ja, dus dan zouden wij teruggaan naar 1200. Die mogelijkheid is er. Maar daarnaast zie je ook vaak bij Bitcoin dat de koers ongeveer vanaf de all-time high een retrace heeft van tussen de 80% en 90%. Als ik dat in mijn achterhoofd hou, zouden we inderdaad nog wel een stukje verder kunnen dalen. Maar of dat richting de 1200 is, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik hoop niet dat die Hyperwave-theorie... opgaat. Hyperwave, ja, klopt wat ik zeg. Op zich, als je misschien een andere manier om uit te leggen, als je dus een periode van exorbitante stijging moet altijd om het equilibrium te bereiken, gevolgd worden door een periode van mega daling. Ja. En dan, weet je wel, dus
Ik weet niet, natuurkundig is er volgens mij wel wat voor te vinden. Maar, wat je hierbij wel ziet, is vooral die laatste periode van de grafiek, is dat de koers heel erg hard daalt. En vaak is het ook zo dat voordat er een bodem of een top wordt gezet, dat er een mega stijging of een mega daling is. En dat zie je ook in december 2017. De koers steeg mega hard op het laatste moment. Dan gaat hij ook echt totaal over het prijslevel wat normaal zou zijn. Ja. En nu zie je ook dat de koers weer mega daalt op dit moment. En dan zou je ook kunnen zeggen, nou, een bodem zou wel nabij kunnen zijn. Vaak wordt een bodem, een bodem is best wel rond. Dat duurt vaak vrij lang voordat hij weer op een relatief oké niveau komt. En bij een top is die echt heel hakkerig en is er een paniek spike naar beneden. Maar wat dat betreft zou je kunnen zeggen, de bodem is nabij. Maar waar die precies ligt, dat is heel lastig te zeggen. En die hyperwave, Ik denk als het echt een instant bodem zou zijn, dan heb je meer V-shape bounce. Zeg maar. Dus dan krijgt sowieso een paniek spike van een aantal dagen waarin de koers echt mega laag gaat, dat iedereen in paniek is. En daarna krijg je een niveau waarop we relatief soepel, rustig aangaan. En dat zou best een half jaar kunnen duren dat we rond dat niveau blijven hangen en heel langzaam opwaarts gaan. En wellicht wel een aantal jaren voordat we weer hoge prijsniveaus terugzien. Zeker. Ik hoop dat dat antwoord geeft op je vraag. We zijn nu behoorlijk aan het crashen, jongens. Wat ook... we hebben geen short geopend, hè, dit keer. Nee. Ja, we hadden misschien te doen. Ik zou hier, waar staat hij dan short? 32? 32 of 50, 40, ja. Oh, oké. Nog een vraag over de business waar jij in zit. Mm-hmm. Heb je wel eens het idee gehad dat je echt iemand verdedigde, wat gewoon een normale huistuin en keuken meneer was, die echt gewoon, weet je, echt zei dat hij onschuldig was, dat zeggen ze natuurlijk allemaal, maar waarbij je echt zoiets had van, dit is gewoon een hele vervelende samenloop van omstandigheden, of zo. Hè? Dit is natuurlijk persoonlijke mening wat ik hier naar vraag. Ik bedoel, je weet natuurlijk nooit hoe dat het echt is, maar... Nee, ja, ik heb wel een zaak lopen waarbij dat nu het geval is, ja. Ja. Waarvan ik echt denk van, kijk, dan gaat het om grote bedragen, waarvan ik wel echt denk van, moeten we dit nou gaan vervolgen? En let wel, hè, witwassen, daar zitten echt fikse straffen op. Je zit soms echt aan de 30, 40 maanden cel te denken. Zo, ja. Ik bedoel, als je nagaat dat in Nederland de richtlijnen voor, en dat weten veel mensen niet, maar bijvoorbeeld in verkrachtingszaken, zit je bij een richtlijn, want de maximumstraf daarop is 12 jaar gevangenisstraf, maar bij richtlijnen zit je ongeveer richting de 3 jaar. Mm-hmm. Maar bij witwassen krijg je bijna ook bij zeg maar, hè, als het in de tonnen gaat zitten, zit je ook al snel aan die 3 jaar. En wanneer word je bij crypto's... wanneer zeggen ze dit valt onder witwasrichtlijn? Hm. Of hoe noemen ze dat ook weer? Witwas? Witwastypologie. Ja, dat is dus wanneer er... er is geen bedrag aan verbonden. Het is alleen zo dat... Want, en daar is de grap. Kijk, vroeger was het zo bij veel witwaszaken. Dan was er bijvoorbeeld iemand die kwam met een koffer met 9 ton... Op Schiphol Airport. En dan was de vraag, Gut, een beetje vreemd, hoe kom je aan die hoeveelheid geld? Ja. En dan is het, dat is een witwastypologie, en dan is het aan jou om een concrete, verifieerbare en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken verklaring te geven over de herkomst van dat geld. Maar mijn standpunt ten aanzien van die bitcoinhandel, dat is legaal. Dus als jij contanten wisselt tegen cryptovaluta, en je hebt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een ton aan contanten gewisseld, dan kan je over die ton aan contanten in principe verklaren dat dat afkomstig is uit bitcoinhandel. Want zo heb je die ton onder je gehad. Ja. En dan, maar ja, goed, het OM zegt, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je had moeten weten. Je had ook even die meneer van die met die ton aankwam zetten moeten verifiëren. Een apart verhaal. Ja, en heb je daar dan een verklaring voor van waar die ton vandaan komt? Dat moet je toch ook een beetje vermoeden. Want men zegt... Is het dan ook zo dat die prijs daarin nog een rol speelt? Stel, ik heb ooit een keer bitcoins geaccepteerd van iemand, of geld geaccepteerd, andersom. Die koers van bitcoin stijgt ineens van 700 naar 20.000 in een jaar. Mm-hmm. Maakt dat dan ook nog weer uit? Ja, dat is wel een beetje... Kijk, er wordt vaak het argument gevoerd van, ik kan het toch gewoon wisselen. Maar dan is het, zegt OM, maar waarom heb je dat dan bijvoorbeeld niet bij de reguliere exchange gedaan? Mm-hmm. Maar die koersstijging, dat is natuurlijk wel vaak een argument van, dat bedrag moeten we wel even hercalculeren. Want vaak zijn het ook bijvoorbeeld oudere dossiers. Hè, dus dan hebben we het over 2 jaar terug. Ja, dan moeten we wel even goed op letten of al die getallen nog. Want het bedrag gaat. Ja. Maar in principe is het dus zo, ook al als iemand, laten we zeggen dat iemand aankomt met een ton in cryptovaluta.
dan zegt de justitie daarvan, ja, maar waarom moet die persoon dat nou tegen contant geld gaan wisselen? Waarvan wij ook weer zeggen van ja, het is toch je goed recht om, ja, om dat te wisselen. En wat is nou het risico daarvan? Ja, er zit wel een grijs gebied. Ik snap ook wel het punt van dat een ton geld, ja, dat zeggen ze ook in de witwastypologie, dat brengt een hoog veiligheidsrisico met zich mee. Ja. Niet iedereen loopt met een koffer van een ton rond. Dus daar moet dan wel iets met misdrijf aan de hand zijn. Ook weer zoiets, dat moet toch iemand zelf weten? Ja, maar dat zijn wel een beetje de richtlijnen, ja, waar je in zit. Kijk, op het moment dat er grote contante geldbedragen, hè, dat jij een koffer hebt met 3 ton erin, dan kan je wel een beetje zeggen dat er sprake is van een witwasvermoeden. Ja. Maar als je dat vervolgens kan aantonen, en ik heb ook een zaak gehad waarbij iemand dat dus kon aantonen, dat geld ligt overigens nog steeds bij justitie, maar daarvan kan gewoon gezegd worden dat geld is volstrekt legaal. Dus het was gewoon iets van 2,5 ton. Het was gewoon volstrekt legitiem geld. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn. En daar moeten we wel een streep trekken. Dat is wel een beetje naar. Dus en was dat dan euro's of crypto's? Dat ging echt alleen over contant geld. Stel je had je geld van de bank en je stopt het in een koffer, bij wijze van spreken. Ja. En op de een of andere manier vindt iemand het en heeft hij daar vraagtekens bij. Dan betekent het dus dat je dan al als risicogroep wordt gezien. Ja, dan zit je al heel snel in de risicogroep. Ja. Dan kun je nagaan waar we in leven. Dat is toch dus belachelijk? Je eigen geld. Maar dat komt dus doordat er van je geacht wordt dat jij je geld op de bank hebt staan. Ja, precies. Dat is wel. En Peter Plasman, dat is een andere advocaat, die heeft een hele interessante artikeltje over geschreven. Gezien dat verhaal met dat witwassen van de ING, hè, waar ze nu die boetes voor hebben gekregen. Ja. Want de Hoge Raad die heeft namelijk een vermengingstheorie. Die zegt van als het individueel niet goed meer te traceren is, dan wordt het, hè, dan bevlekt dat witwassen, hè, die illegale herkomst van dat geld, dat bevlekt ook de rest van dat geld. Dat spreidt zich als het ware, ja, ik probeer het een beetje uit te beelden, zeg maar. Het spreidt zich als het ware als een virus uit. Dus als jij een bankrekening hebt met deels legale herkomst en deels niet zo legale herkomst, dan kan dat in principe allemaal als afkomstig van misdrijf worden gezien. Omdat het op het moment dat het niet meer te traceren valt. Nee, maar ze kunnen ook niet het een van het ander onderscheiden. Dus met andere woorden, alles. We weten één ding zeker, het zit erin. En toen maakte Plasman in een artikel een heel gevatte opmerking, waarvan hij zei, ik heb een rekening bij de ING. Ja. Heb ik geen geld dat afkomstig is uit misdrijf? En wordt er niet met 2 maten gemeten? En dat ben ik echt volstrekt met hem eens. Ja, bij de grote bedrijven heb ik het idee dat er toch, hè, bij de bankaire sector heb ik toch het idee dat er toch met een andere maatstaven wordt gemeten. Ja. Dan wanneer het op kleiner niveau gebeurt. Ja, en als het te heet wordt, dan zie je de schikking is natuurlijk zo huppatee neergelegd. En, exact. Dat zijn bedragen waar wij, althans in januari, zeker nog wel in mee konden. Maar nu niet meer. Ja, dan wordt er een bedrag op tafel gelegd. En dat gebeurt in de achterkamertjes. Oh, wauw, dat is wel een dikke shit hoor. Heb jij nog zaken waarvan je zegt van, want we naderen een beetje het eind van de vraag. Ik heb nog één zaakje die ik ook nog eventjes wilde toelichten. Die was toevallig laatst door het gerechtshof uitgesproken. Dat ging over iemand, er was een hennepplantage aangetroffen. En zo waren ze bij die persoon gegaan. En zoals dat bij hennepplantages meestal gaat, is dan wordt de stroom gestolen om die hennepplantage te kunnen runnen. Alleen wat was er nou gebeurd? Die persoon die had niet alleen hennepplantage, maar die had ook mining apparatuur daar staan. Waar die bitcoins mee minden. En die zijn dus in beslag genomen. En toen was natuurlijk de vraag van, wat moeten we doen met die gemijnde, met die gemijnde bitcoins? In principe als dat van gestolen stroom is, dan zijn ze niet eerlijk verdiend, lijkt mij. Nee, en dat was dus uiteindelijk de conclusie inderdaad van het gerechtshof. Hè, dat het dus in beslag genomen, hè, dat het beslag gehandhaafd kon worden. En die was ze dus kwijt. En ik heb het ook even uitgerekend. Had hij het nou gewoon allemaal legaal gedaan en had hij het niet gestolen, dan had hij echt zo ontzettend veel meer geld gehad dan wanneer hij dit kleine voordeeltje van dat stelen van de stroom vanwege minen, waar hij zich nu te goed mee heeft gedaan. Ik heb eigenlijk nog 2 vragen. Vind jij dat rechters voldoende kennis hebben op dit moment over deze zaak? Want je hebt vaak een bepaalde kamer. Over deze zaak specifiek? Over überhaupt cryptocurrency gerelateerde zaken. Want je hebt vaak bepaalde kamers die bepaalde onderwerpen behandelen. Ja. Ik kan me niet herinneren, of althans, ik weet niet of er cyber
kamers zijn of crypto-gerelateerde kamers. Nee. Vind jij dat die op dit moment genoeg kennis hebben over dit onderwerp om er überhaupt uitspraken over te doen? Ik vind wat een rechtbank die zorgt altijd dat ze de kennis in huis hebben. Dus het zijn wel echt. Ja, weet je, het zijn wel echt. Daar zit een selectie op. Je wordt niet zomaar rechter in dit land. Maar ik snap wel waar je heen wil wat betreft van. Hoe is die kennis en kunde op het gebied van cryptovaluta? Ja, ik denk dat daar wel ruimte voor verbetering zit. Zeker weten, zeker weten. De vraag is alleen, ja, ik denk dat een aparte kamer, zeker voor cybercrime, dat is denk ik wel iets wat je wellicht in de toekomst gaat zien. Dat je bijvoorbeeld nu ook met fiscaal hebt, omdat het toch dermate specialistisch is. En dat is wel een ontwikkeling daar we denk ik naartoe gaan. Maar de witwaszaken van cryptovaluta, daar denk ik wel dat de rechtbank ook weer bezig is met een inhaalslag en dat ze dat steeds beter gaan begrijpen. Alleen wat ik wel van belang vind is dat ze nog wel met een frisse blik erin gaan en niet te veel toch luisteren naar het rumoer zeg maar, van het Openbaar Ministerie die dat toch in een bepaalde hoek wil plaatsen. Want we zien toch al snel van Bitcoin is foute boel en daar wil ik toch een beetje vanaf. En daarnaast nog een andere vraag. We hadden het net over, jij zei net bitcoins die in beslag zijn genomen. En we hadden het dus net over dat bitcoins vies kunnen zijn, omdat ze van een misdrijf afkomstig zijn. Mm-hmm. Bitcoins worden gewoon weer vanuit, als ze in beslag genomen zijn, worden ze weer verkocht. Bijna hetzelfde. Tim Draper of zo, die heeft daar toch... Silk Road Coins heeft hij opgekocht. Die Silk Road Coins bijna, gekocht, toch? In Nederland gebeurt dat ook. Bijna hetzelfde als dat je drugs wat je in beslag hebt genomen weer doorverkoopt. Als de Nederlandse... Ja, het OM neemt het dan in beslag, neem ik aan. Of ja, we hebben een WOP-verzoek gedaan bij het Openbaar Ministerie op kantoor. Omdat we wilden weten wat gebeurt er nou met die in beslag genomen coins. Ja, want dat is heel interessant. Hebben we de handleiding in beslag genomen coins, zeg maar bitcoins gekregen. Ja, precies. Geniaal. Er staan een hele hoop zwarte strepen in overigens. We mogen niet weten bijvoorbeeld aan wie ze het verkopen. Dat staat er niet in. Ik kan zeggen dat ik weet aan wie het gebeurt. En dat zijn Nederlandse partijen. Wat vind je daarvan? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik heb een sterk vermoeden dat Bitonic is. Dat is een sterk vermoeden wat ik heb. Mm-hmm. Ik werk ook samen met de politie. En je hebt al presentaties en dat soort dingen. Ik zie ze gewoon wel veel terug in die hoek. Dus. En ik zie ook dat... Dat daar toch, want je ziet ook wel eens terug dat er wel eens dingen worden, dat er transacties zijn, dat je van denkt van klopt dat wel allemaal? Het zijn eigenlijk vieze bitcoins. Ja, en onze vraag die wij dus ook in een ander WOP-verzoek hebben gevraagd, is krijgen zij zeg maar een kwijting van op het moment dat zij met die vieze bitcoins daar aankomen zetten. En krijgen ze dan een garantie dat er geen vervolging zal plaatsvinden. En daarnaast is er een grote kans dat die bitcoins ook veel goedkoper worden verkocht dan als ze weer op de reguliere markt gedumpt zouden worden. Ja, is dat zo? Ik bedoel, die kans is er zeker. Ja, die kans is er zeker. Ja. Dus met andere woorden... Het Openbaar Ministerie is trouwens niet aan het hoddelen. Dus dat is wel van belang. Nee, hadden ze dat maar gedaan. Eigenlijk groot is tekort in één klap. Maar... Nee, maar eigenlijk hadden zij gewoon moeten zeggen... deze bitcoins worden ongeldig verklaard. We gooien de private key weg hier alsjeblieft over de schutting... in de afvalberg, ik noem maar iets. Dan worden onze bitcoins van ons allemaal worden meer waard. Zodat ze schaarser worden. Ja, maar luister, als ze de 100 kilo cocaïne in beslag nemen... worden ze verbrand. Dan wordt het zogenaamd ontrokken van aan het verkeer. Ja, ja. Dat zouden ze... ook gewoon dat zouden ze ook met en dat met zouden ze eigenlijk met bitcoins kunnen doen eens dat gebeurt nu niet wauw hey. Want je zou ze inderdaad kunnen overmaken naar de Genesis blok en dan hopen dat Satoshi niet meer dat ze niet meer uitgeeft en dan of gewoon een private key weggooien of iets in die trant als ze uit omloop zijn als ze een adres zoeken om al die bitcoins naar over te maken. Ja. Dan hebben wij er nog wel een paar voor ze, denk ik. Met de private key vind ik nog wel het risico dat je niet kan voorzien of dat misschien over 100 jaar, omdat de rekenkracht die gaat zich op een gegeven moment quantum computer voor de uitdaging. Dat zou natuurlijk een puntje kunnen zijn. Jij bent hier echt verder in gegaan. Hè? Ja, we kijken er wel naar. Ja, het is niet veel belangrijk als je dat soort zaken doet. Of iemand zegt in beslag genomen auto's en goederen worden ook niet verbrand. Wat gebeurt daarmee dan? Ja, verkocht het domein. Die worden bij domeinroerende zaken. Worden die zeg maar echte verkocht. Action, Ja, daar heeft hij gelijk inderdaad. Die worden natuurlijk niet vernietigd. Ze zijn niet meer terug te halen. Wordt in beslag genomen geld, wordt dat ook verkocht voor minder?
Wat gebeurt er met in beslag genomen contanten dan? Ja, ja, die worden voor minder verkocht. Die zijn uit vieze dingen. Ten goede van de staat. Oh, oké. Okay. As usual. Dus. Oké, interessant. Heel interessant. Lachen man. Nee, maar mooi ding. Heb jij al jouw kruiden... Ik zag je net ook met speelkaarten. Zo moest hier nog wat gebeuren of wat dan ook, of niet? Wat is jouw verborgen talent? Ik heb als hobby doe ik ook nog gaan goochelen. Goochelen? Oh, serieus? Ja. Ik zag jullie net als... Ja, vast wel. Ja, kom jongens, we gaan goochelen. Tover een paar bitcoins ervoor zijn. We zijn nu het officiële gedeelte voorbij. Dus Goochel-truc. Even. Moet ik even dit ding hier aan doen? Ja, dat kan. Het begint wel erg. Bitcoin, 2 bitcoins maken. Wat gaan we doen? We gaan iets met kaarten doen. Zullen we dat doen? Ja, dat lijkt me leuk. Leuk. Spannend. Nou, kijken of we nog even leuk in het thema van cryptovaluta kunnen blijven. Op de ik vind het wel leuk, maar even. Ga jij hier eens even zitten? Ik ken hem al. Ik ken hem al, want ik hoor natuurlijk bij de show. Hoor jij bij de show? Okay. Nou, dat is misschien wel Wacht even. Mies wordt er. Wat moet Mies doen? Glazen weg. We hebben wel geluisterd trouwens naar... ik hoorde vorige week van dat het zo niet mooi was dat we allemaal bierflesjes op tafel hadden. Maar daar was kritiek over geweest. Ja, dus maar goed. Oké, ja. Een pak kaarten. Ja, ik wil eigenlijk... Laten we even bedenken dat dit zeg maar de crypto-markt is. Ja. Met eigenlijk allerlei verschillende soorten... Shitcoins. Ja, precies. Er zitten een paar goede tussen. Maar we weten natuurlijk nooit wat de coin van de eeuw gaat zijn, zeg maar. En dat is... Daar gaan we even een experimentje mee uitvoeren. En ik zou jou even willen vragen... Zou jij zo meteen even ergens waar je me wil stop kunnen zeggen? Stop. Ja, ik zal het nog een keer doen. Want... Stop. Hier? Ja. Oké. Zou je dan deze kaart even willen pakken en in je zak willen stoppen, maar even willen mogen bekijken? Mogen de kijkers hem zien of niet? Ja, laten we maar de kijkers zien. Ja, waarom ook niet? Oké. En dan zou ik jou verder even willen vragen, want jij bent natuurlijk de analist. Mm-hmm. Dus dat, weet je, daar moeten we van uitgaan. Van deze shitcoins die we hier zo hebben, is er wellicht eentje waarvan je zegt, dat wordt hem. Volgend jaar. Wind Moon. Op deze. Kijk. Okay, en dan gaan we dan ook, wat we ook gaan doen, is, want kijk, nu is het een ruitenaas. Moeten de kijkers zien wat het is? Ja, dat is misschien wel handig. Want het heeft een ruitenaas. Ja, het heeft een ruitenaas. En hij heeft ook een kaart, maar die komt zo meteen in beeld. Ja. Maar jij hebt een ruitenaas en dan gaan we daar iets leuks mee doen. Want zou je in grote letters... de naam van de coin willen schrijven waarvan jij denkt... dat wordt nou de coin van 2019. Ja. Maar dan ook echt. Dan echt, hè? Ja. Oh, shit. Niet zo, maar het mag geen bitcoin zijn. Dit is geen beleggingsadvies, hè? Het is zeker disclaimer. Het is allemaal disclaimers. Nee, dat zou te voor de hand liggen. Nee, voor mij wel, maar blijkbaar dat zou het voor de hand liggen. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We zijn benieuwd wat Madelon... We zijn allemaal benieuwd wat dat gaat worden. Mag ik het laten zien of niet? Ja, dat mag. Ja, dat willen we allemaal weten natuurlijk. Dogecoin. De Dogecoin. Nou, ze schrijft toch wel iets op Litecoin. Oh, ik hoop het echt. Maar dat is mooi, want daar heb ik er heel veel van. Oké. Dit is de markt van alle andere shitcoins. Ja. En... dit is de Litecoin. En het belangrijke is natuurlijk dat die Litecoin zich gaat onderscheiden van alle andere coins. Horen de mensen jou goed? Ja, dat hoop ik. Want we gaan hem even... Oké. Kijken of we een microfoontje bij hebben, want ik moet even gaan staan. Ja. Kijk, we hebben hier de Litecoin. Ja. Ja. En de vraag is nou, gaat die coin zich onderscheiden van alle andere coins... die zich in dit spel of in de cryptomarkt bevinden? Want we willen natuurlijk dat die coin gaat... To the moon. Ja, zeker. To the moon. When moon. Dus we gaan kijken of jouw coin ook daadwerkelijk to the moon gaat. Oh, hij ligt bovenaan. Daar wacht hij niet. Toch? Ja. Dat is en, niet heel snel. En, want je kan hem nu helemaal onderaan de markt stoppen. Ja. En dan is de vraag, gaat hij dan weer... To the moon. Nou, hou op, jongens. Dit is gewoon eng. Hans Klok. Dat is de broer van Hans Klok. Ja, ik stop jouw coin ergens echt ver onderaan de markt, zeg maar, zo. Ja.
En ja, dit keer, weet je, je bent de analist, dus ik zou zeggen, roep het to the moon. To the moon. En het ligt weer boven. Ongelooflijk. Right. Kijk, we pakken hem weer. Gaat in het midden. To the moon. Nou, hij zegt wel, er gebeurt iets, we staan eruit te kijken. Ik sta er gewoon voor. Kijk. En dan ga ik even kijken, van belang dat we niet zoomen. Je ziet die Litecoin hier. Ik zal hem iets naar voren stroken. Ja. Je ziet, ik maak hier een waaier. Ik doe die Litecoin hierin. Ik doe hem hierin. En ik ga het hier wederom zo in het midden. Zou je hand even kunnen ophaken? Nou, to the moon. To the moon. Nee, dit kan niet. Zonder vaste waarden. Het is een hele goeie, hoor. Het kan echt niet. Als je dat ook met aanklachten kan, dan denk ik dat je een hele goede advocaat bent. Dat zouden mijn cliënten ook heel mooi vinden. Ja. Als ik dat zou kunnen regelen voor hun. Iemand vraagt of je de volgende bullrun kan toveren. Bullrun in 3, 2, 1. Ja, precies. Want weet je wat het punt is? Ook soms zit er een beetje een knik in de markt. Weet je wel? Dat je denkt, nou, het gaat nu even niet lekker. Ja, dat het is ook een beetje van... En dan, laten we zeggen, nou, het zit helemaal onderaan. Die Litecoin. Maar als je dan concentreert, dan komt hij toch langzaam weer bovenaan. Dat is heel apart. Nee, jongens, dat is heel apart. Ik zou inderdaad ook gek. Goed. Nou, maat. Tada. Maar we hadden nog een kaart. Dat was een shitcoin die je had gekozen. Ik vind het uniek, jongens. Ik ben echt flabbergasted. Ja. Wat een engert. En kijk, ik heb van tevoren een voorspelling gemaakt. Ja? Want ik dacht van, nou, misschien, hè, want je hebt een voorspelling gemaakt van wat de coin van 2019 gaat worden. En ik dacht natuurlijk, ja, de coin van 2019, dat wordt de Dogecoin. Maar goed, dat zeg je niks, want je hebt gewoon een kaart gepakt en het zou... Het zou een beetje raar zijn als jij dat dan ook in je hoofd had. Kijk, we krijgen zelfs rookmachines erbij. Oh my god. Wordt er wel spannend, jongens? En extra dimensie krijgen. De Hans Klok. Ja. Ik zal mijn haar ook even loslaten. Maar kijk, ik heb in dit boek heb ik een kaart gelegd. Dit is echt hilarisch. Als, ik heb de kaart nog steeds vast, hè, mensen? Een soort van voorspelling. Moet je het even laten zien, Sonny, want dat ding... Dat... Ja, het zit helemaal daar. Sonny, neem nog een ijs, Sonny. Zou jij jouw kaart even op tafel kunnen leggen? Leg de kaart maar. Ja, met dicht. Het gezicht naar boven. Met het gezicht naar boven? Ja. Hart is 2. Hart 2. Kijk, en de voorspelling die we hier in het boek hadden zitten, vanaf het begin van de show, was ook... Hoe dan? Nee! Wat is dit? Ja, dit is echt... op de livestreams kan je het op ook niet op de livestream. Nee. Hij cheft het gewoon. Ik vind het een beetje eng, hoor. Vandaar ook al die rook. Maar ga je het ons ook uitleggen? Of mag dat niet? Nee, dat is het geheim van de chef. Een goochelaar vertelt nooit zijn trucs. Dat doe je goed. Ik denk dat hoe kan dit, jongens? Ja. Hoe kan dit? Maar onthoud de Litecoin dus. Litecoin. Mooi. Litecoin. Is dat echt iets waarvan je zegt van... Nou, als Bitcoin het niet wordt, dan moet Litecoin het worden. Ja. Ik vind Bitcoin de snellere versie van... Litecoin de snellere versie van Bitcoin. Maar voegt het nog heel veel meer toe dan dat alleen? Of het is de tweede coin en voor de rest... Stel dat Bitcoin als betaalmiddel te traag zou zijn... of niet schaalbaar genoeg... dan vind ik Litecoin een goede optie. Ja. Wij vinden... Kan er een raampje open? Het verdwijnt. Wat zuurstof, jongens. Goed verhaal, Roelie. Er staat hier geen wind, dus hier mogen we... Nee, ja, ik denk, zijn er nog wat vragen uit het publiek? En anders is dit een... Moeten we nog het nieuws doen? Fake Nation. We gaan nog even het nieuws doen, ja. Wat goed, man. Even kijken, wat hebben we hier, Sonny? De G20-landen, die willen cryptocurrency reguleren en belasten. Ja. Er is recent natuurlijk een G20-meeting geweest in Buenos Aires, Argentinië. Vond ook wel een interessante plek natuurlijk. Ja, ik kan het zeggen. Samen stonden daar voor 85% van de wereldeconomie was daar te plaatsen, zeg maar. En die hebben eigenlijk in een rapport bekendgemaakt dat ze het financiële gebeuren van crypto eigenlijk meer willen gaan belasten. En ook weer dezelfde argumenten eigenlijk aanhalen van witwassen,
Ja, ze, het terrorisme. Hebben dus, ze hebben dus aangegeven dat ze nadenken over een eventuele Europese wetgeving en misschien wel een wereldwijde wetgeving omtrent het belasten van cryptocurrencies en het reguleren daarvan. En ik denk dat het wel een hele goede is, omdat, ja, wat ik net ook al zei, dat ieder land nu eigen wetten en regels erop nahoudt. In het ene land is Bitcoin een betaalmiddel, in het andere land is Bitcoin vermogen, in het andere land wordt het weer belast als inkomen. En het zou wel fijn zijn als we met z'n allen gewoon dezelfde regels daarop na kunnen houden. Als het dan toch belast moet worden, doe het dan maar op één manier. Ze willen daar algemene richtlijnen voor gaan introduceren. Ik denk dat dat wel een goed teken is. Ja, Japan die neemt daar een volgend jaar het voortouw in. Het wordt er niet beter op, hè? Al die regels en zo. Nee, je moet er steeds meer betalen. Leuke artikel. Had jij, je had ook nog wat op Lekker Cryptisch gezien, of niet? Lekker Cryptisch zag ik een artikel van Mastercard. Die willen elektronische betalingen anoniem gaan maken. Ik vond dat wel eigenlijk leuk, omdat het enigszins met de uitzending van vandaag te maken heeft. Ze gaan dus eigenlijk een techniek patenteren, waarmee ze eigenlijk transacties willen gaan anonimiseren. En die techniek lijkt eigenlijk heel erg op mixers of tumblers die we besproken hebben. Die, aha, maar dus dat meestal is wel als illegaal, een beetje raar, want die mixers die worden juist gezien als risicogroep. Op het moment dat je mixer gebruikt, dan... Is Mastercard, zijn dat de Robin Hoods die een soort van tegengeluid laten horen bij deze? Ze zeggen hier, als betalingsverwerker zou Mastercard op deze manier, net als eigenlijk nu het geval is, fungeren als een middleman. Wellicht willen ze met deze patentaanvraag dus onderdeel zijn in de zoektocht naar hun positie in de cryptomarkt. Maar wel raar. Hoe kijk jij daar tegenaan als advocaat zijnde? Want vaak is het zo dat mixers toch juist in... in cases worden besproken die niet... mixers zijn, dat is gewoon een witwastypologie. Precies. Dat is wel. En ik had een tijdje geleden had ik ook iets uitgeprobeerd met... er was een van de... ik ben even de naam vergeten, maar ze hadden een dienst... waarbij je je cryptovaluta om kon zetten naar een zeg maar een Mastercard of een creditcard in elk geval. Oh, Wirex? Ja, die. Maar die is er toen... dat werkt op een gegeven moment ook niet meer. Want je zag wel, het gaat uiteindelijk toch weer in eurovaluta gebeuren. Ja. Dus ja, dat nu anoniem kan, dat is wel... Want je ziet ook dat in die witwaszaken... dat juist het gebruik van dat soort creditkaarten... wordt toch weer als dat kan ook als een verhullende handeling worden gezien. Ja. Zeker als je van die anonieme... debitkaarten. Ja, prepaidkaarten of debitkaarten hebt. Dus daar zitten wel risico's in. Wauw. Maar wel een rare stap van Mastercard dan. Ja. Maar aan de andere kant is het wel weer zo dat zeg maar die... diensten als Mastercard, die zijn wel vaak geregistreerd als bijvoorbeeld betaaldienstverlener, et cetera. Dus die zitten wel met bepaalde KYC requirements. Ja, ja precies, ja. Kijk, om het gebruik te maken van de dienst moet je KYC doen, maar dat de betalingen dan vervolgens anoniem zouden kunnen, op zich... Ja, dan maakt het niet meer uit in principe. Nee, dan maakt het in feite niet meer bij uit. Bij wisseldiensten heb je natuurlijk zoiets als money transfer, waarbij je ook je cash zeg maar naar allerlei landen kan versturen. Maar daar zit wel echt een grote commissie op. En die hebben ook echt hele hoge KYC-richtlijnen. Swift en Western Union. Ja, die dingen. En ze zitten ook met lagere contante bedragen van wanneer ze al, zeg maar, wanneer de alarmbelletjes gaan rinkelen. Ja, crypto is wat dat betreft iets wat heel makkelijk over grenzen heen gepompt kan worden, ja. Yes. Heb je nog wat leuks, Son? Ik zag het energieverbruik van Bitcoin mining. Dat is al een paar keer eigenlijk negatief in het nieuws geweest. Er is nu een onderzoek gedaan. Dat eigenlijk blijkt dat de meeste energie die verbruikt wordt voor Bitcoin mining opgewekt wordt via groene stroom. Dus dat ze wat dat betreft eigenlijk vooraan staan in groene stroom adoptie. Oh, nou, kijk. Oh, dat vind ik wel weer leuk nieuws. Ja. Nou, dit is wel heel interessant. Enkele weken geleden, ik denk dat het 3 weken geleden is, spraken wij voor de CryptoCast Mark van der Scheis. Ja. En die is eigenaar van Hut 8 en dat is een van de grootste mining farms van de wereld. En hij is trouwens een van de weinige multimiljardairs in Nederland. Ja. En hij gaf aan dat zijn faciliteit, dat zij voornamelijk, zij zitten in Canada, voornamijk groene stroom gebruiken. Ja. Dus dat het helemaal niet schadelijk is. Ze zijn ook natuurlijk op zoek naar een goedkope energiebron, want dat is hoofdzakelijk je kosten. Precies. De energie, als je een goedkope energiebron hebt, bijvoorbeeld groene stroom of zonne-energie of windenergie. Ja. Dan kun je de meeste efficiëntie halen en het meeste verdienen inderdaad. En energie zullen we in principe altijd moeten gebruiken. Dus ga op zoek naar oplossingen die lekker groen zijn. Ja. Dan kunnen we in ieder geval nog gebruik maken van al het moois wat energie nodig heeft. Ja.
Ja. Maar die Mark van de Scheis, om nog even over welke coin dan? Heeft hij multimiljarden van? Dogecoin? Nee, hij heeft... Euroscoin. Hij heeft de Chinese versie van YouTube opgericht. Ja. Oh, en dat heeft hij verkocht. Ja. En toen is hij naar Canada verhuisd, als ik me niet vergis. Is hij nu multimiljardair inmiddels? Ja. Oh, wow. En hebben we zelf al gezien. Ja. En met Hut Eten hebben ze een concept bedacht over eigenlijk een portable of een makkelijk verplaatsbare container waarin die volledig vol staat met miners. En dat is samen ook met de mining bouwpartij, als ik me niet vergis. Bitfury. Ja, Bitfury inderdaad. Dus eigenlijk een privaat, want die Bitfury hardware kun je als normale consument kun je dat niet kopen, maar die hebben gewoon zakelijke contracten met dit soort partijen die die mining hardware gebruiken. Is Bitfury dan een equivalent van Bitmain en... is een alternatief, die hebben ook eigen ASIC-chips. Oh, nice. Ja. Wauw. Sorry voor mijn hoesten, man. Die rook die slaat een beetje op. Ik heb ook nog een vraag voor Ranier. Die moet ik elke week vragen aan elke gast. When Moon? Wat is jouw mening? When Moon? Wanneer begint de boeren? Ja. Ah... Kun je toch niet vragen? Ja, Michon die vraagt iedereen die hij tegenkomt op straat. Maakt niet uit of ze iets met crypto's hebben of niet. When Moon. Ja. Nou ja, ik zat laatst even te kijken naar die grafieken voor een zaak. En ik ben alles behalve een analist. Maar wat ik wel zag is, hij is een keer in 2014 ook een keer echt hard gevallen. En toen heeft het geloof ik echt iets van 1,5 jaar geduurd of zo. Voordat er een correctie was. Ja, het is wel heel hard gegaan in 2017 of in 2018. Beide kanten op. Dus ik denk dat die correctie nog wel even gaat duren. Want, en ik denk waar ik voornamelijk wat ik problematisch vond vorig jaar... is je zag in het begin van het jaar dat mensen die echt oprecht geïnteresseerd waren in de technologie... die begonnen echt in te stappen. En toen ergens in... november of zo, toen had echt iedereen het over van de taxichauffeur tot de neefjes en nichtjes en op feestjes. En ja, dan weet je gewoon, en dat zijn de mensen die ook allemaal waarschijnlijk verkocht hebben. Die er geen zin in hebben om dat nog langer vast te houden. Wow. Ja, dat is natuurlijk heel slecht voor de markt. Dus ik denk dat die ook echt wel echt zwaar overvalued was op die 20.000 euro. Hm. Sorry. Dus ik denk dat het nog even gaat duren. Bobby Lee, de broer van Charlie Lee, denkt zelf dat we nog eerst naar 2500 gaan. En dan uiteindelijk naar 333.000 dollar inderdaad. Maar al die voorspellingen die we afgelopen jaar gezien hebben, dat is toch allemaal bullshit. Niemand kan in de toekomst kijken, wat is het nou weer voor daarom stoms. Doe ik er geen voorspellingen, ja. Ja, misschien is het wel omdat er een hyperinflatie op de dollar... Kijk, weet je, het enige wat ervoor zou kunnen zorgen dat de bitcoin nu enorm in prijs zou stijgen, is een black swan, waarin de dollar of de euro helemaal kapot gaat. Even in Nederlands vertaald, een zwarte zwaan. Ja. Een effect wat ervoor zorgt dat iedereen in paniek raakt, bijvoorbeeld zoals bij 11 september. Dat zou ervoor kunnen zorgen, maar voor de rest die prijsvoorspellingen, kom op, echt. Ja, neem het allemaal met een korrel zout. Niemand heeft echt geen idee. De ene heeft vreet zijn snikkel op als die rond deze tijd niet op een bepaald niveau staat. Ja. Nou, Mike Novogratz overigens ook een gerespecteerd iemand, die heeft ook die bodem al 86 keer gekocht. Ook zijn voorspelling al een paar keer gecorrigeerd of bijgesteld. Je moet gewoon een plan hebben voor beide kanten op. Ja. Ja. Nee, je moet gewoon flexibel zijn met de markt. Je moet handelen op het moment. Je moet niet hopen en wachten eigenlijk. Ja. Laten we nog één een blik wagen op de koers voordat we afsluiten. Sonny, ik heb nog één vraag voor jou. Heb jij gehoord over de 3e van januari? Ja, dan gaan ze de Proof of Keys evenement. Trace Mayer heeft zelf een evenement bedacht. Die wil eigenlijk de legitimiteit of de echte, hoe zeg ik dat? Die wil eigenlijk dat we met z'n allen 3 januari ons geld weerdrouwen van de exchanges. Oh, een crypto bankrun. Hij wil dus eigenlijk dat wij met z'n allen onze keys terughalen en dat de private keys weer bij ons liggen in plaats van bij de exchanges. En hij zegt, ik vertrouw bepaalde exchanges niet. Dus ik wil een soort van crypto bankrun veroorzaken met z'n allen om te kijken of die exchanges het wel kunnen houden, zodat wij in ieder geval aan kunnen tonen, wij zijn eigenaar van onze eigen bitcoins. Want het is zo, als jij nu je crypto's op Coinbase hebt staan, wie zegt dat jij daar nog echt je crypto
crypto's hebt staan, omdat het alleen maar op papier daar staat. Of een drie keer verkocht is. Het is heel interessant wat er gaat gebeuren. En ik krijg zelfs een beetje zo'n FOMO-gevoel. Wat nou als iedereen straks de derde zijn crypto's ervan af. En dat ineens Binance onbereikbaar is. En dat er straks niks meer is aan crypto's. En dat is precies waarom dit een fucking schok gaat opleveren. Dit is zo'n goed idee van hem. Gaan jullie meedoen? Nou, ik zou je zeggen, als je niet meedoet, dan ben je ook wel getriggerd om eventjes wel in de ledger te vragen. Het is sowieso natuurlijk onverstandig om gewoon je geld op een exchange te laten staan. En dat zegt hij ook. Zorg gewoon dat je zelf onder de knie hebt hoe een private key en een wallet werkt. En dit is, slaan we in de mining is twee vliegen in één klap. Zeg maar. De gebruiker leert hier iets van als hij dit doet. Kan ik zelf mijn eigen wallet bewaren? Ja. Ik ook. Ik heb er al maanden niet op gekeken. Ja. Geen zin in ook. Het is echt niet verstandig om je geld op de exchanges te laten staan, omdat het dan niet meer van jou is. En omdat de exchange dan eigenaar is voor hetzelfde geld, wisselen ze het om in andere coins en staat er een bepaalde balans. En dat is ook een van de redenen waarom Trace Mayer dit plan bedacht. Volgens mij een goed initiatief. Goeie, hoor. Ja. Dus het is een goede om over na te denken, om mee te doen en een statement. En waarom nou 3 januari? 3 januari is het 10 jaar dat de eerste Genesis blok gemined werd. Ja. Ook een fundamentele leuke... Maar goed, het is wel interessant om even te weten voordat het gebeurt. Dan haal ik ze er ook even af. Ja. Ik heb de meeste wel op een ledger staan ook, hoor. Want, ja, heel goed. Ja. Ja, in principe een oproepen tot een bankrun is illegaal volgens mij. Is een misdrijf. Dit is crypto. Het is zo dat in Nederland in 2008... dat de verslaggevers op de televisie niet mochten zeggen dat hun vrouwen al lang naar de bank waren gerend om het geld eraf te halen. Je kan de docu op YouTube nog terugvinden. Frederik Hegger heeft er een mini documentairetje over gemaakt over de verslaggevers destijds. En daarin zeggen ze ook, we waren allemaal echt wel bang, maar dat mochten we gewoon op televisie niet zeggen. Omdat je dan mogelijk een bankrun kan veroorzaken. Ja. En dat mag inderdaad helemaal niet. En dit is een nieuwe gereguleerde markt, dus daar heb je die regels niet. Dus Trace Mayer kan gewoon zijn goddelijke gang gaan. En het is goed benieuwd dat hij dit doet. Ja, het is ook een beetje short gaan op het financiële systeem, vind ik. Nou ja, het is niet short gaan. Je bitcoins kopen. Investeren in cryptovaluta. Ja. Dus short gaan op de werking van het financiële. Ja, op het monetaire systeem. Is dan niks doen een goed idee? Ja. Dat hopen we wel eigenlijk. Als het dan misgaat. Ja, ik zie helaas niet die inverse correlatie dat als het financiële systeem. Dat komt omdat aandelen en obligaties. Ofwel, want hoe is de bitcoin ontstaan? Dat is naar aanleiding van de kredietcrisis in 2008. Ja. Onvrede uit het financiële systeem. Je kan het misschien niet meten, maar dat betekent niet dat het niet zo is. Ja. En ik heb laatst ook weer een boek van Ewald Engelen gelezen, waarin hij weer eens uitweidt over hoe dramatisch het gesteld is met het financiële systeem. Ja. Dus, absoluut. Ik denk dat het weer een tikkende tijdbom is. Want de banken gaan weer in de fout in. Ja. En dan heb ik liever toch cryptovaluta, denk ik. Omdat je dan weet dat er in ieder geval niks bij geprint wordt. En kijk naar je spaargeld. Dat levert niets meer op. En wat nou als dat je moet gaan betalen voor het stallen van geld bij de bank. Dat moet natuurlijk niet gekker worden. Betalen voor het stallen van geld is op zich niet een mega probleem als je weet dat die bank geen rare dingen doet met je geld. Stel bijvoorbeeld de bunkbank zou rechtstreeks mijn geld bij de ECB stallen en daar zou ik dan voor moeten betalen. En dan zeg ik nog oké, tot daaraan toe. Maar het is natuurlijk van de zotte dat je op dit moment per se verplicht bent om een bank te hebben überhaupt. Ja. Je kan in Nederland niet leven zonder bankrekening. En dat het dan ook nog bij een bank moet zijn die iets doet met je geld waar jij het misschien wel helemaal niet eens bent. Ja. Dus dat is wel een fundamentele discussie. En daarnaast staat het systeem gewoon weer opnieuw op het randje van de afgrond. En hoe red je jezelf daaruit om te kijken naar andere mogelijkheden? En crypto kan daar een mogelijke oplossingen zijn. Er zullen vast andere manieren zijn om je portefeuille relatief te hedgen. Commodities en of goud, wat ik hier ook al vaker heb gezegd, is dat een heleboel mensen zich niet realiseren wat inflatie doet met ons geld en met onze koopkracht. Doordat er inflatie is, dus het bijdrukken van geld, wordt ons geld fundamenteel minder waard. In 20 jaar tijd hebben we, als we 100 euro op onze spaarrekening hebben staan, 20 jaar later nog maar 50.000 euro in koopkracht. En dat is bij de normale inflatieberekening. En dan gaan ze niet eens volgens uit de Oostenrijkse school. Volgens de Oostenrijkse school zou de inflatie nog dusdanig hoger zijn. Wel 50% hoger dan wat nu de berekening is.
Maar dus, het, we vinden het allemaal, we accepteren inflatie, maar kijk, het is een diefstal. Het is het systeem. Ja, precies, maar het is een systeem. Maar, het is, hey, slaat maar we merken er in principe niks normaal. Zou je dat wel kunnen zien tegen valuta's? Ja. Maar als alle centrale banken hetzelfde hoeveelheid bijprinten, dan blijft de verhouding tussen valuta's natuurlijk altijd wel gelijk. Ja, maar je merkt het toch in je koopkracht. Ja, op lange termijn merk je dat. Ja, nou, ga het maar eens even vergelijken. Alleen een pak koffie bijvoorbeeld. Ja, met vroeger. Merk je gigantisch al. En het systeem is gebaseerd op groei. Wat een probleem is met dingen als klimaatverandering. Want ik denk dat er een grens zit aan die groei. We kunnen op een gegeven moment niet meer resources uit de planeet trekken dan dat we nu doen. We zien ook wat voor gevolgen dat heeft. En het punt is, doordat je die werking hebt van het rentesysteem, moeten bedrijven groeien. De economie moet groeien, want als dat niet meer gebeurt, moet groeien. De schuld moet groeien, want anders stort zeg maar de hele piramide in elkaar. Ja. En dat is wel een hele mooie, dat de schuld moet groeien en daarvoor is inflatie ook zo prachtig, want dan wordt je schuld na verhouding minder. Juist. Maar als je spaargeld hebt, is dat heel vervelend, want dan wordt je spaargeld ook naar verhouding minder. Ja, want het is nu goedkoper om een schuld, en daarom is die hele huizenmarkt ook helemaal spart je af. Ja. Maak maar schuld, dat is wat iedereen nu zegt. Terwijl ik denk, nou, ik heb liever iets met waarde, want dat lijkt me toch een stuk verstandiger dan schuld maken. Ja, maar dat is mooi gezegd. En dat is ook een item in het nieuwe jaar, waarin we geldsystemen in zijn algemeenheid gaan bespreken met een hoogleraar en nog iemand. Alternatieve geldsystemen. En, maar dat is wel grappig van crypto, hè? Wij zijn willekeurige mensen bij elkaar geraapt, noem ik het maar even. Maar wij zijn allemaal wel een beetje bewust van de werking van geld en markten en inflatie. En dat is toch wel een beetje het... De crypto mensen zijn op zich wel altijd wel iets beter geïnformeerd over... Iets wakkerder. Dus laat dat een mooie afsluiting zijn voor deze avond. Ja, het was super gezellig. Wat vonden jullie ervan? Dat is top. Top. Ja, leuk. De ene laatste aflevering, jongens. Volgende week de laatste aflevering van dit jaar. Ben jij er volgende week ook bij? Ik heb het even met Nout ook, mijn collega, overlegd. Ja. Maar ik ga mijn best doen om erbij te zijn. Leuk. Maar mijn agenda wil nog wel eens... Je hebt kans dat je na vanavond natuurlijk mensen. Maar een feestje ben ik altijd voor te plannen. Jonkers en Van Geemert. Ga ik alleen niet met de auto, denk ik. Nee, niet met de fiets. Ja, dat is heel verstandig. Amsterdam, nou, dat is inderdaad een lekker stukje fietsen dan. Ik woon in Utrecht, dus dat scheelt alweer. Oké. Ik zou zeggen, als je het nog niet gedaan had, deel like en subscribe. Vergeet niet om even je duimpje omhoog te doen als je dat nou nog niet hebt gedaan. Vergeet ook niet om even op de abonneerknop te drukken. En als je dan ook op het belletje drukt, dan krijg je iedere week een notificatie als er weer een nieuwe livestream online staat. En als je 10 mensen weet te vinden die zich ook abonneren, dan zit Madelon hier misschien de volgende keer wel weer aan het hoofd van de tafel. Doei, lieve mensen. Tot volgende week. Later, yo. Doei. Ja. Leuk. Veel geluk. Is dit dan mijn water? Dat is mijn. Oh, weet je? Ja. We hebben nog de outro. We hebben geen outro, ja. Hij heeft altijd last om op de outro-knop te drukken. Nieuw abonnement. We gaan een nieuw abonnement. Nee.